Dames en heren, goedenavond. Heel hartelijk welkom bij de laatste vergadering van de gemeenteraad van Stadskanaal van het jaar 2020. Ik open onze vergadering. Het is een harde overgang van de verklaring die onze minister-president zojuist heeft gegeven en die ons als land in een lockdown heeft gebracht. En tegen die achtergrond gaan we als gemeenteraad van Stadskanaal toch onze laatste raadsvergadering hebben. Ik ben heel blij dat alle raadsleden er zijn, maar ik ben ook blij dat er een aantal mensen meekijken met het YouTube-kanaal. En wellicht zijn er ook nog mensen die ons achteraf nog terugkijken. Ik hoop in ieder geval dat u een goede indruk krijgt van onze gemeenteraad. We hebben vanavond een vergadering voor elk wat wils, zal ik maar even zeggen. Dus ik neem u graag mee naar de agenda. U heeft een agenda toegezonden gekregen en ik stel u voor om die in ieder geval vast te stellen. Voorzitter, ik hoor iemand, ik kijk even wie ik hoor. Ik dacht dat ik mevrouw Sterenborg hoorde, maar ik moet even goed kijken of dat klopt. Dat is altijd heel lastig. Even kijken, ik kan het niet zo. Nee, mevrouw Ham. Mevrouw Ham, gaat uw gang. Ik had nog graag wel een punt willen toevoegen aan de agenda. Ja, gaat uw gang. Ik heb een vraag voor de rondvraag en naar aanleiding daarvan zou ik graag een motie willen indienen aan het einde van de vergadering. En dat betreft dan een motie vreemd aan de orde, begrijp ik van mevrouw Ham? Klopt helemaal. En voor de mensen die thuis met ons meekijken, een motie vreemd aan de orde, dat is een motie die gaat over een onderwerp die nog niet op onze agenda staat geagendeerd, dus over iets anders gaat. Elk raadslid heeft het recht om dat te doen en mevrouw Ham maakt vanavond van dat recht gebruik. Mevrouw Ham, we gaan uw vraag straks bij de rondvraag horen en dan eventueel uw motie helemaal aan het eind van onze vergadering op de agenda zetten. Dank u wel. Anderszins, met betrekking tot de agenda. Voorzitter. Ja, mevrouw Schipper van de Partij van de Arbeid, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zouden ook graag een motie willen indienen, vreemd aan de orde, vandaag. Oké, dus ook bij monden van mevrouw Schipper komt namens de Partij van de Arbeid ook een motie vreemd aan de orde. En dat gaat over ook een onderwerp dat niet op onze agenda staat. Ja, en niet alleen namens de Partij van de Arbeid, maar ook namens SP en gemeentebelangen en Partij Mellis. Oké, dus betekent dat er een viertal partijen deze motie vreemd aan de orde steunen. Ja. En dat ja. betekent dat die helemaal aan het eind van onze agenda komt. Dus dan gaan we na agenda punt 17. Een agenda punt A, 7a en B inlassen waar we de beide moties vreemd aan de orde zullen behandelen. Prima. Heb ik daarmee voldoende over onze agenda gezegd? Ik kijk even naar de raadsleden, dat lijkt het geval te zijn. Daarmee hebben wij een vastgestelde agenda en dan ga ik ondertussen ook even het geluid van mijn telefoon uitzetten, zodat die niet langer stoort. We zijn gelukkig compleet vanavond, dus alle gemeenteraadsleden van de gemeente Stadskanaal vergaderen met ons mee. En onder agenda punt 4 ziet u staan dat er insprekers de ruimte krijgen om de gemeenteraad toe te spreken. Dat is vanavond niet het geval, er zijn geen insprekers gemeld, maar voor mensen die met ons meekijken zou ik willen zeggen dat wilt u graag uw gemeenteraadsleden iets meegeven, dan kunt u zich tot uw griffier, tot de griffier van de gemeenteraad wenden om zich aan te melden voor het inspreekrecht. En dan kunt u hier vanavond uw gemeenteraadsleden toespreken. Dat gezegd hebben, dan kunnen wij naar agenda punt 5. Dat is de besluitenlijst van onze vergaderingen op 9 en 23 november, jongstleden. Er zijn op voorhand geen op- of aanmerking op deze besluitenlijsten gekomen. Dus ik stel u voor om deze besluitenlijsten vast te stellen. Ik kijk even of dat kan. Kunnen wij de besluitenlijsten vaststellen? Dan stel ik zowel die van 9 als 23 november vast. Bij hamerslag. Dan zijn we bij agenda punt 6. Dat is het agenda punt inlichtingen college. Dat valt in twee delen uiteen. De afgelopen weken heeft het college van BNW de gemeenteraad een aantal brieven gestuurd en gemeenteraadsleden krijgen de gelegenheid dan om hier in de raadsvergadering eventueel nog extra aandacht te besteden aan die verzonden brieven. Er zijn twee raadsleden die er een brief uit willen lichten om daar nog een opmerking over te maken of een vraag te stellen. Ik zou als eerste graag meneer Mellies van Lokaal Betrokken de gelegenheid willen geven
omdat hij nog een vraag heeft te stellen over de beleidswijziging voor de verstrekking van bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. Meneer Mellies van Lokaal Betrokken, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het betreft hier een brief waarin wij geïnformeerd zijn over een beleidswijziging voor verstrekking bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. Nou kennen wij een aantal soorten bewind. Zo hebben we bewindvoering in een WSUP-traject en daarnaast hebben we het zogenaamde beschermingsbewind. Dat van toepassing is op mensen met verminderde en geestelijke mogens. In de eerste alinea van de brief van het college maken we op dat het hier gaat om een beleidswijziging voor de verstrekking van bijzondere bijstand voor schuldenbewind. Het college wil de draagkrachtruimte voor bewindvoeringskosten vergroten voor mensen met inkomens boven de bijstandsnorm. Het zou dan gaan tussen minstens 150 huishoudens en deze zullen gemiddeld zo'n 350 euro per jaar zelf moeten bijdragen. Nou hebben we als gemeenteraad vorig jaar juni het beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld en deze vorige week nog geëvalueerd. Een van de uitgangspunten uit het beleidsplan was dat wij een laagdrempelige, brede toegang tot de schuldhulpverlening willen realiseren door geen eigen bijdrage te hanteren. En onze vraag is dan, hoe valt dit te rijmen met de eigen bijdrage van gemiddeld 350 euro, zoals verwoord in de brief van het college? En een aanvullende vraag, voorzitter, is, het college denkt met de beleidswijziging jaarlijks zo'n 75.000 euro te besparen. Nu lezen we in de brief dat het hier dus gaat om 350 euro gemiddeld per huishouden en dat het van toepassing is op 150 huishoudens. Nou, als ik die rekensom even maak, kom ik op 52.500 en niet op 75.000. Dus misschien dat het college daar ook nog even op in kan gaan. Tot zover onze vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Mellies, voor uw twee heldere vragen. Ik kijk even naar het college en ik denk dat de heer Verschuren als wethouder die hier verantwoordelijk voor is, u hier op een antwoord kan geven. Meneer Verschuren heeft het woord. Dank u, voorzitter. Het gaat hierbij om mensen die een beschermingsbewind hebben. Dat kan zijn vanwege geestelijke vermogens, maar dat kan ook zijn vanwege schulden. Dus het is niet zo dat we daar een groep uithalen. U vraagt vervolgens van, is dat niet in tegenspraak met het feit dat we juist geen drempels voor mensen met problematische schulden willen hebben? Nee, dit is niet in tegenspraak daarmee, want voor die mensen hebben we schuldhulpverlening. Daar kan uiteindelijk een middellijk of een WSMP-traject voor opgestart worden. En die kan via de kredietbank aangevraagd worden in eerste instantie. En daar is geen eigen bijdrage voor. Dit is eigenlijk bedoeld voor de mensen die nog een eigen bijdrage kunnen lenen. En die ervoor kiezen om beschermingsbewind te doen. Om te kijken of we die voor een deel kunnen verleiden tot gewoon schuldhulpverlening. En daar op die manier van de schulden afkomen. En dat hangt ook samen met de tweede vraag die u stelt, namelijk de rekensom. U komt inderdaad terecht op 52.500 uit als u die vermenigvuldiging maakt. Maar we gaan ervan uit dat een aantal mensen die nu beschermingsbewind hebben, hierdoor gaan nadenken, over gaan stappen naar de schuldhulpverlening, waardoor de besparing op dit onderdeel groter wordt en die mensen hopelijk ook sneller van de schuld af zullen zijn. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder Verschuren. Voor mensen die thuis met ons meekijken, er wordt hier de afkorting WSNP gebezigd. Dat staat voor de wet schuldsanering natuurlijke personen. En het is verder een vrij technische discussie. Dus voor mensen die er goed in zitten, die kunnen denk ik de discussie goed volgen. Voor anderen zal het iets lastiger te volgen zijn. Ik kijk even naar meneer Mellies of hij voldoende antwoord heeft op zijn vraag. Meneer Mellies. Voor nu eerst voldoende, voorzitter. Dank u wel. Ja, dank u wel, meneer Mellies. Kijk even of dit in de breedte ook voldoende is. Dat is het geval. Dan ga ik naar een andere brief. Dat is de brief die gaat over de wijziging van de openingstijden van het politiebureau Stadskanaal bij wijze van een pilot. En de heer Hofstra van de Partij van de Arbeid heeft daar een vraag over of wil daar een opmerking over maken. Meneer Hofstra, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dat klopt inderdaad. Ja, er gaat om een pilot om de openingstijden te beperken, zodat de politie meer op straat kan zijn en zich daar kan bezighouden met handhaving op overlast bijvoorbeeld van jeugd. Nou, dat klinkt op zich mooi en daar staan we ook helemaal achter. Er roept nog wel bij ons een opmerking op. Wat ons betreft moet dit geen opmaat zijn tot het sluiten van de politiepost. Graag een reactie daarop.
En wat ons betreft, de evaluatie zou dan eind van de zomer plaatsvinden. Ja, mocht het nou helemaal niet bevallen, dan horen we dat ook graag eerder. Dat er eerder mee gestopt kan worden. In de brief wordt aangegeven dat aangiften, dat de mogelijkheid blijft op afspraak, telefonisch of bij mensen thuis. Nou, indachtig de corona, dacht ik, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld, nou, zoals wij nu doen, via beeldbellen een aangifte te doen. Dat is een vraag, voorzitter. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, meneer Hofstra. Aangezien ik hier zelf portefeuillehouder van ben, kan ik geen andere wethouder het woord geven. Dus zal ik de vraag zelf beantwoorden. Meneer Hofstra geeft aan dat hij de hoop uitspreekt dat dit geen opmaat is tot de sluiting van het politiebureau in Stadskanaal. Nou, dat is op dit moment op geen enkele manier de intentie. Het gaat hier echt om het beperken van de openingstijden op momenten dat er naar ervaring heel weinig aanloop aan dat politiebureau is. En politie zelf ook het beeld heeft dat ze hun tijd en hun inzet echt beter kunnen besteden. Dus er wordt ook geen pilot gedaan om het politiebureau helemaal te sluiten. Dus daar zal u ook in de evaluatie iets over lezen. Maar het is denk ik wel een goed moment om tijdens de evaluatie ook op de eventuele vervolgstappen alert te zijn. Dus het is denk ik u ook aan te raden om tijdens de evaluatie van deze pilot hier nogmaals actief naar te vragen. En u doet een suggestie om aangiftes eventueel ook via beeldbellen te doen. Ik heb dit nog niet gehoord van de politie. Ik weet wel dat wanneer wij als gemeente met de politie beeldbellen, dat daar allerlei zorgvuldige procedurestappen in gemaakt moeten worden om de geheimhouding van de communicatie met de politie te waarborgen. Maar ik zal er naar informeren, want het is een suggestie die heel waarschijnlijk klinkt. Dus ik weet het niet, maar het is een goede suggestie, meneer Hofstra. Ik zal er naar informeren. Dank u wel. Ik kijk even of meneer Hofstra hier voldoende aan heeft, meneer Hofstra. Ja, wat mij betreft voldoende. We wensen de politie veel succes en zien uit naar de evaluatie in de zomer. Zeker, dank u wel daarvoor. Daarmee hebben we de brieven die verzonden zijn, denk ik, voldoende behandeld. En kijk ik even of er van de kant van het college nog andere mededelingen te doen zijn. En ik weet dat wethouder Verschuren in ieder geval zo'n mededeling heeft. Wethouder Verschuren, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Zoals u weet is er in dit land een kindertoeslagenaffaire waar de Belastingdienst een rol in speelt. En van diverse kanten, onder andere ook van de PvdA-fractie in Stadskanaal, is gevraagd wat de gemeente in deze rol, in haar rol als ondersteuner van haar inwoners, kan doen. In dat kader hebben wij besloten als gemeente Stadskanaal om richting onze inwoners duidelijk te communiceren dat ze contact met ons kunnen opnemen als zij slachtoffer zijn van deze affaire. Wij gaan dat ook actief melden via social media en alle andere communicatiekanalen die wij hebben. Waarom zouden zij zich melden bij de gemeente? Nou, we kunnen zorgen voor ondersteuning en dan gaat het niet om financiële compensatie, maar we kunnen helpen bij het oplossen van problemen die door de invordering van de Belastingdienst zijn ontstaan. En dan moet u denken aan schulden, verlies van werk, andere zaken waardoor men onder druk is komen te staan, in de problemen is gekomen. Misschien heeft het ook nog met WMO te maken. We willen graag in gesprek komen met mensen die behoefte hebben aan die ondersteuning. En we zullen dat dus op alle mogelijke manieren communiceren. En dan gaan we kijken wat we met deze mensen kunnen doen, wat we hen kunnen bieden. En kijken of we hen een stapje op weg kunnen helpen in deze zaak die voor veel mensen al veel en veel te lang duurt. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, wethouder Verschuren. Gemeente Stadskanaal is dus actief op zoek naar mensen die slachtoffer zijn geworden van deze toeslagenaffaire. En ook in de richting van raadsleden de oproep, mocht u deze mensen kennen of daarmee in aanraking komen, verwijs hen actief, als ze daar zelf behoefte aan hebben, naar onze gemeente om hen met raad en daad te kunnen ondersteunen. Kijk even of deze mededeling nog reactie oproept. Hoe zit dat? Ja, ik kijk even, dat is meneer Klinkhamer. Meneer Klinkhamer, Partij van de Arbeid, gaat uw gang. Ja, dankjewel, voorzitter. Bedankt, wethouder Verschuren, voor deze info. We hebben vorige week met elkaar gesproken hierover. Onze bedoeling was om meer schriftelijke vragen te stellen. Nou, daar zijn we nu hebben vanaf gezien. Ik denk dat uw antwoorden helder en duidelijk zijn. We maakten ons daar ernstig zorgen over. Toch nog een vraag.
op dit moment lukt het de gemeente niet om allerlei om actief informatie in te winnen als het gaat om welke gezinnen gaat het. Dat heeft ook met de privacywetgeving te maken. En in januari zal er mogelijkerwijs een wetswijziging zijn binnen de privacywetgeving. Dat zou betekenen dat de gemeente actief kan onderzoeken of uitzoeken om wie het gaat. Is dat bij u al bekend? En gaat u daar ook iets mee doen? Dat was nog even mijn laatste vraag. Dank u wel, meneer Klinkhamer. Meneer Verschuren, kunt u antwoord geven op deze aanstaande wetswijziging? Ja, als het goed gaat, voorzitter, dan wordt het inderdaad zo dat wij namen en contactgegevens gaan krijgen van mensen. Dat is nog onduidelijk. Er zit een discussie tussen VNG en Belastingdienst ook die hiermee speelt. Maar als wij die namen gaan krijgen, dan zullen wij zeker contact met deze groep mensen opnemen. Even voor uw informatie. De Belastingdienst heeft op een gegeven moment geïnventariseerd welke mensen er, zich gemeld hadden als slachtoffer bij hen. En daaruit kwam in ieder geval voor ons het bericht dat er 8 gezinnen uit Stadskanaal op die lijst staan. Verder hebben wij helaas geen enkele informatie, dus we kunnen hen inderdaad niet bereiken op dit moment. Maar zodra dat wettelijk mogelijk is, zullen wij onze verantwoordelijkheid als gemeente nemen, contact met hen opnemen en kijken hoe we hen eventueel verder kunnen ondersteunen. Dank u wel, wethouder Verschuren, voor deze beantwoording. Ik neem aan, meneer Klinkhamer, dat dit op dit moment voor u voldoende is. Ja hoor, we zijn tevreden met de antwoorden van de wethouder. En we hopen dat dit, laten we zeggen, deze voor een aantal mensen een behoorlijk impactgevende situatie, dat daar een oplossing voor gevonden. Het is en blijft een schandalige situatie. Ik denk dat we het daar allemaal van harte met u eens kunnen zijn, meneer Klinkhamer. Dank u wel. Dan zou ik van mijn kant nog een aantal mededelingen willen doen. We hebben in ieder geval met elkaar de afspraak gemaakt dat ik iedere raadsvergadering u mee zal nemen in de verrichtingen omtrent de tijdelijke wet COVID. Maar u ook in brede zin een update zal geven over de coronabesmetting in onze gemeente. Ik denk dat het algemene beeld dat u ook uit de cijfers krijgt, dat heel duidelijk is dat het virus in onze gemeente heel ruim rondgaat. Er is op een aantal uitzonderingen na niet echt de vinger op te leggen wat de exacte besmettingshaarden zijn. Er is gewoon een heel breed verspreidingsbeeld van het virus. Er wordt intensief gebruik gemaakt van onze teststraat. Die weten mensen goed te vinden. En dat betekent ook dat door het aantal decentrale teststraten die er in onze provincie zijn, het aantal stijgt, dat ook het aantal afgenomen testen iets stijgt. Dus ik vind dat zelf een heel positief teken. Want hoe meer we testen, hoe beter zicht we hebben op waar het virus zich bevindt. Dan zijn er een drietal locaties die ik er even met u zou willen uitnemen. Dat is als eerste de woonzorglocatie Maarsheerd. In de vorige keren dat ik u bij sprak, was de locatie Maarsheerd echt een locatie waar we veel zorgen over hadden. Nou, die periode hebben we gelukkig achter ons kunnen laten. Ik heb de afgelopen week met de directeur van Maarsheerd gesproken en daar ook uitgebreid teruggekeken en ook in evaluatieve zin een aantal leerpunten opgedaan die we ook breder gaan delen, zodat eventueel woonzorgcomplexen die een soortgelijke kennen, vervolgens ook hun voordeel kunnen doen met de ervaringen die er in Maarsheerd zijn. Maar in Maarsheerd hebben ze in ieder geval, hopen ze althans, het ergste achter zich gelaten. Dat geldt niet voor 2 andere locaties in onze gemeente. Allereerst is dat het AZC in Musselkanaal. Het AZC in Musselkanaal wordt op dit moment getroffen door een groot aantal positieve besmetten. Het voorzichtige beeld is dat die besmettingen vanuit de scholen naar het AZC in Musselkanaal zijn gekomen. Het beleid van het COA is dat mensen die positief getest worden op het AZC in Musselkanaal onmiddellijk worden overgebracht naar Haren. Haren is de quarantainelocatie van het COA voor Noord-Nederland. En op dit moment verblijven alle positief geteste mensen uit het AZC in Musselkanaal in Haren, de quarantainelocatie van het COA. Daarnaast zijn er onder het personeel van het COA ook een groot aantal besmettingen. Die mensen blijven vanzelfsprekend thuis, maar dat heeft wel effect op de manier waarop er in het COA
gewerkt wordt. Want het is natuurlijk moeilijk om deze besmette medewerkers ook weer te vervangen. In het AZC is er heel intensief contact met onze GGD. Het voornemen is om de komende week een team van de GGD actief naar het AZC in Musselkanaal te brengen. En die ook te voorzien van een aantal tolken. Zodat in de eigen taal van de inwoners van het AZC in Musselkanaal voorlichting gegeven kan worden over het coronavirus. En ook voorlichting gegeven kan worden over de testmogelijkheden. En ter plaatse tijdens voorlichting zal er ook mogelijkheid zijn voor mensen die klachten hebben om zich dan ter plekke te laten testen. En het zou natuurlijk kunnen zijn dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van die mogelijkheid, dat daar dan ook nieuwe besmettingsgevallen gevonden worden. En die mensen zullen dan ook overgebracht worden naar de quarantainelocatie van het COA in Haren. Het algemene beeld is dat de bedrijfsvoering van het AZC in Musselkanaal in nauw contact staat met de D. En zij heel nauwgezet de besmettingen volgen en ook de zaak op een goede manier in controle hebben. Dan is er een derde locatie waar ik aandacht voor zou willen vragen. En dat is WDK, de WDK werkvoorziening. Ook daar heeft u van in de pers kunnen lezen dat daar een besmettingshaard zit. De actuele cijfers die zijn best zorgwekkend. De laatste cijfers is dat daar 50 positief geteste mensen zijn, werknemers zijn van WDK. Dat er inmiddels 3 afdelingen gesloten zijn. En als onze minister-president geen totale lockdown had afgekondigd, dan had WDK zelf ervoor gekozen om ook de kringloopwinkels te sluiten. Nou, die worden nu ook door de algemene lockdown getroffen. Dus de kringloopwinkels die zijn dicht. Ook voor WDK geldt dat er een hele actieve wisselwerking is met de GGD Groningen. De directeur staat in nauw contact met de GGD. En wat ik begrijp van de GGD is dat ze daar heel tevreden zijn over de samenwerking. En ook proberen om met oog op de specifieke doelgroep die daar werkt ook maatwerkadviezen te geven. Dat voor wat betreft de besmettingen en de specifieke locaties. Misschien is het ook goed dat ik u vertel dat er vanmiddag in zowel het winkelcentrum in Stadskanaal als in Musselkanaal zo ongeveer na 1 uur een heuse run op de winkels ontstond. Het is daar even spannend geweest of we de winkels nog wel open konden houden. Op een zeker moment werd het zo druk dat het onmogelijk was om de verplichte afstand te bewaren. We hebben toen verkeersregelaars ingezet en onze eigen handhavers hebben daar buitengewoon goed werk verricht. Er is ook extra politie-inzet geweest. Winkeliers hebben eigen verantwoordelijkheid genomen, maar het scheelde niet zo heel veel of we hadden daar, of ik had daar als burgemeester voor het eerst gebruik moeten maken van de bevoegdheid die er in de tijdelijke wet COVID is. Gelukkig heeft dat niet plaatsgevonden, maar we hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat ik u daarover mededelingen zal doen. En bij deze dus. Het is gelukkig goed gegaan. De meeste winkeliers hebben met elkaar afgesproken dat ze vanavond tot 8 uur open zijn. Dus dat betekent met een kijk op de klok dat ze nu eigenlijk allemaal bezig zijn om hun winkel te sluiten. En voor hen gaat er nu een hele moeilijke en ingewikkelde, maar ook wel zorgelijke periode in. Waar we nog maar van moeten zien op welke manier dat voor hun afloopt. Tot zover maar even mijn update over de coronaperikelen en de verrichtingen op basis van de tijdelijke wet COVID. Ik kijk even of daar nog vragen over zijn. Die zijn er, dat zie ik van mevrouw Wux. Ik kijk even of er nog meer vragen zijn. Even kijken, zie ik nog meer handjes? Ik moet even nu van scherm wisselen. Mellies. Meneer Mellies. Meneer Hofstra. En meneer Hofstra. Dan zou ik bij mevrouw Wups van het CDA willen beginnen. Mevrouw Wups, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik wou eigenlijk ook even, bent u ervan op de hoogte dat Park Heem en de Heggerank ook beide locaties van zorgcentrums, daar ook besmettingen zijn en die ook erg getroffen zijn op dit moment?
Ja, dank u wel mevrouw Wups. Daar ben ik inderdaad van op de hoogte. De informatiepositie van de burgemeester is in wisselwerking met de GGD heel goed. Het aantal besmettingen zijn helaas zo groot op verschillende plekken dat het heel moeilijk is om een complete lijst te geven. Er zijn ook een aantal scholen die gesloten zijn. Maar het klopt wat u zegt, deze twee verzorgingshuizen zijn allebei ook getroffen. Omdat het hier kwetsbare bewoners betreft, maakt het dat ook met de aankomende feestdagen extra triest. Maar u heeft helemaal gelijk. Dit zijn ook twee voorbeelden van een stevige uitbraak van de coronabesmetting. Mag ik meneer Mellies van Lokaal Betrokken het woord geven? Meneer Mellies, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even aanvullend. Dus ja, morgen moeten heel veel winkels hun deuren sluiten. En mijn vraag is even richting het college. Kunnen mensen dan ook weer, de getroffenen ook weer gewoon de NOW-regeling aanvragen? En of de TOZO-regeling? Dank u wel. Ja, dank u wel, meneer Mellies. U heeft wellicht de gelegenheid gehad om onze minister-president te zien. Die gaf ook aan dat de TOZO-regeling weer is opengesteld. Voor ons als college is het gedetailleerde nieuws natuurlijk ook vers. We weten vanaf 7:00 pas de details van de regeling. Wij gaan op onze beurt heel goed in contact met de Rijksoverheid en zullen zo goed als mogelijk onze burgers en ondernemers doorverwijzen naar die loketten waar zij mogelijkerwijs steun aan kunnen ontlenen. Maar dat doet natuurlijk niets af aan de stevige tik die ondernemers hier voor de zoveelste keren krijgen. Dus het, is, het blijft een hele trieste avond voor al die mensen die nu zo vlak voor de feestdagen hun winkel moeten sluiten. Maar als er regelingen zijn waar zij aanspraak op kunnen maken, dan zullen we ze daar zo goed mogelijk naartoe verwijzen. Voldoende voor u, meneer Mellies? Als dat het geval is. Ja, dank u wel. Dan ga ik naar meneer Klopstra van de VVD. Meneer Klopstra, gaat uw gang. Ik had geen vraag, mevrouw de voorzitter. Dank u. Excuus, meneer Klopstra. Ik heb het verkeerd opgeschreven. Meneer Hofstra van de Partij van de Arbeid, gaat uw gang. Ja, Klopstra, Hofstra. Het is maar één letter verschil, maar ook tegelijkertijd een wereld van verschil, denk ik. Dank u wel voor uw uitgebreide toelichting, mevrouw de burgemeester. Meneer Melli stelde een vraag die ook mij op de lippen brandde. Ja, rest mij eigenlijk niets anders dan de getroffene mensen die besmet zijn met het virus heel veel sterkte en beterschap toe te wensen. En onze detailhandelaren, winkelhouders ook heel veel sterkte toe te wensen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Hofstra. Daar sluiten wij ons natuurlijk van harte bij aan. Mogen wij hier het onderdeel inlichtingencollege afronden? Als dat het geval is, dan gaan we naar de schriftelijke vragen bij agenda punt 7. Schriftelijke vragen die de afgelopen periode zijn beantwoord betreft hier één brief. Die ging over het kort geding aanbesteding ondersteuning huishouden. Ik hoop dat dit voldoende voor u was om deze terzijde te leggen. Dat is het geval. Dan gaan we naar agenda punt 8, de lijst ingekomen stukken. Er is een lange lijst post aan de raad. Raadsleden hebben de gelegenheid om die post hier nu actief naar de gemeenteraadsvergadering te brengen. Er is geen raadslid die dat gedaan heeft. Dus dat brengt ons naar agenda punt 9. De lijsten met openstaande toezeggingen en moties. Ik loop maar eerst even met u de toezeggingenlijsten af. Ik heb het beeld dat de toezegging nummer 15 van dit jaar over het AED-netwerk van de lijst af kan. Er is namelijk op 2 december een e-mail over verstuurd en daarmee is de toezegging afgedaan wat mij betreft. De vorige raadsvergadering heeft mevrouw Brongers nog iets gezegd over de beleiding die toen deels was aangebracht en wellicht nu helemaal is aangebracht. Ik kijk even naar mevrouw Brongers over de toezegging van de aangebrachte beleiding. Gaat u gauw, mevrouw Brongers. Ja, voorzitter, inderdaad is de beleiding nu aangebracht. Het heeft even wat langer geduurd en dat had te maken met weersomstandigheden. Maar met plaatjes ondersteund is mijn vraag bevestigd. En wat mij betreft kan die van de lijst af. Met welnemen van de gemeenteraad verwijderen we ook die toezegging van de lijst. Mevrouw de voorzitter. Ja, ik hoor meneer Mellies van Lokaal Betrokken. Meneer Mellies, gaat u gang? Dat is meneer Wiersema. Meneer Wiersema, van het CDA. Ah, het is dat memoryboard, dat blijft toch eventjes wennen. Meneer Wiersema, excuus, van het CDA. Gaat u gang.
Ik zou het college en het gemeente graag een compliment willen geven. Ik heb het zelf ook kunnen aanschouwen dat de beleiding volledig is aangebracht. En voor ons voor het CDA is het wel een hele grote verrijking. Het neemt voor ons gevoel is de verkeersveiligheid die wel aanzienlijk mee toegenomen. Het is nu veel duidelijker. Je kunt makkelijk op weg rijden. En ik denk dat het wel noodzakelijk was dat dit zo snel mogelijk aangebracht werd. Het is een mooi samenspel geweest, meneer. Voorzitter. Mevrouw Luiken, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Hoe zit het met de wegen in Musselkanaal? We moeten nu uitkijken dat we niet een zelfstandige discussie over de verschillende wegen gaan... Nee, maar omdat ik hoorde dat het al helemaal klaar was, dacht ik, ja, misschien in Stadskanaal, maar buiten Stadskanaal is het nog niet klaar. Gaan we even aan mevrouw Brommers vragen of ze op dit punt opheldering kan geven. Mevrouw Brommers, gaat de gang. Voor zover mij bekend, voorzitter, is ook in Musselkanaal de zaak afgerond. En misschien als aanvulling dat niet op elk weggedeelte, en dat kan te maken hebben met parkeerplaatsen aan de overzijde, maar dat heeft met de weginrichting te maken, dus dat het niet één doorlopende lijn is. Maar het laatste deel wat in Musselkanaal is aangelegd, dat was ook een van de laatste delen die nog open stonden en dat is ook gereed. Goed. Bevredigend beantwoorden voor mevrouw Luiken namens de SP. Gaat u? Dat is mooi. Dan is volgens mijn informatie de overige toezeggingen hebben de einddatum nog niet bereikt. Dus die zouden wij kunnen laten staan. En dan ga ik met de lijst over naar de lijst moties. Daar staan een viertal moties nog. Ook die kunnen nog even blijven staan. Met u welnemen. Dat is het geval. Dan stellen we de lijsten met moties en toezeggingen vast bij deze. Dan gaan we naar agendapunt 10. Dat is het vragenuur. Dat is een gelegenheid voor raadsleden om vragen te stellen. En de heer Reinders van de SP die maakt van die gelegenheid gebruik. Meneer Reinders, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. U heeft het er net al eventjes over gehad, over de WDK. Daar gaan mijn vragen ook over. Ik wil graag vragen of daadwerkelijk alle maatregelen zijn genomen om een dergelijke uitbraak te voorkomen. Ook wil ik weten hoe en op welke manier de GGD hierbij betrokken is. Daar heeft u ze net al een beetje antwoord op gegeven. Maar als u daar nog wat dieper op wil gaan, graag. In de krant hebben we kunnen lezen dat de meeste besmettingen plaatsvinden in de privésfeer. De SP vraagt zich af hoe het heeft kunnen gebeuren dat werknemers met klachten toch aan het werk waren. Dit komt namelijk overeen met de verhalen die de SP heeft aangehoord van werknemers van WDK. Graag antwoord hierop. Dank u wel, meneer Reinders. U geeft inderdaad al aan dat ik een deel van de vragen wellicht al heb beantwoord. Nu is wethouder Hamster voorzitter van het bestuur van WDK, dus die kan mij wellicht zo nog op een aantal punten aanvullen. U vroeg heel specifiek, hoe moet ik dat nou zien, die samenwerking met de GGD? Voor zover ik weet, is er een hygiënist, dat is een specialisme binnen de GGD, is betrokken bij adviezen die aan de directie en het managementteam worden gegeven. En die hygiënist die loopt ook na of alle bedrijfsvoeringstappen in het kader van de voorkoming van de besmetting ook op een goede manier worden doorgelopen. Geeft ook adviezen over beschermingsmiddelen. Ik begrijp van de GGD dat de samenwerking tussen die hygiënist en de directie van WDK dat die heel goed is en dat ook er een goede opvolging is van de adviezen die van de kant van de hygiënisten komen. Voor wat betreft dat andere aspect, daar kan ik u niet echt iets op zeggen. Dus dan zou ik even naar wethouder Hamster moeten kijken of die wellicht als voorzitter van het bestuur van WDK uit zijn contacten met de directeur die hier verantwoordelijk voor is, daar aanvullende informatie op heeft. Voorzitter? Meneer Reinders, hoor ik nog. Ja, want u had het net over de hygiënisten van de GGD. Bekijkt u het protocol na op papier of gaat u ook op locatie kijken hoe het allemaal werkt? Zeker. Het werk van de hygiënist is vooral op locatie. Dus de hygiënisten van de GGD die doen op dit moment veel werk in de provincie en proberen op de verschillende locaties, dat is destijds ook in Maarsheerd gebeurd, gebeurt nu op het AZC, ook in Parkheim en ook bij WDK, geven praktische adviezen om de bedrijfsvoering in samenwerking met de directeur en het managementteam op orde te krijgen om verdere besmettingen zoveel als mogelijk te
voorkomen. Ik kijk even naar wethouder Hamster of er vanuit zijn contacten met WDK nog aanvullingen zijn. Meneer Hamster. Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard nadat deze vragen tot ons gekomen waren, heb ik contact gezocht met de directeur om zo goed als mogelijk te kunnen beantwoorden. In aanvulling wat u zegt over de contacten met de GGD, kan ik zeggen dat er ook de maatregelen die WDK heeft genomen, getoetst zijn door de GGD en akkoord zijn bevonden. Er zijn alleen nog aanvullende voorstellen, suggesties gedaan wat betreft de ventilatie. En daar is WDK nu mee bezig om dat goed te organiseren. Wat betreft hoe kan dat nou dat mensen ziek besmet naar het werk komen? U heeft de premier zo net gehoord. Eigenlijk valt en staat de hele corona-aanpak met het onthouden aan de gedragsregels. En dat is soms best ingewikkeld. Dus om dat beter onder controle te krijgen, dat mensen niet op het werk komen als hun huisgenoot besmet is of als ze zelf weten dat ze dat zijn, wordt er nu een dagelijkse check door de werkleider uitgevoerd op iedere werknemer. Om te kijken of er klachten zijn, om door te nemen hoe de thuissituatie is. En mochten er signalen zijn dat het niet akkoord is, niet volgens de geldende regels, dan worden werknemers weer teruggestuurd naar huis. Dus dat in aanvulling. Dank u wel, wethouder Hamster. Kijk even naar meneer Reinders of dat voldoende is voor hem op dit moment. Nou ja, ik heb vandaag veelvuldig contact gehad met werknemers van WDK. En die geven mij te kennen dat de checklist, zeg maar, bij de deur nog steeds niet plaatsvindt. Okay. Nou, dat is dan een goed signaal. Ik denk dat het in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de directeur. Het zou zomaar kunnen zijn dat de directeur met onze vergadering meeluistert. En anders zou wellicht de heer Hamster in zijn contacten met de directeur dit signaal nog even kunnen meenemen. Het is goed dat u hier aandacht voor vraagt. Dank u wel, meneer Reinders, op dit moment. Nog een kleine aanvulling als het mag. Zeker, meneer Reinders. U zei zo net dat er al 50 besmettingen waren. Mm-hmm. En vanmorgen in de krant konden we lezen dat er nog maar 39 waren. Dus die aantallen stijgen vrij fors. Zeker, ja. Ik maak me daar toch ernstig zorgen om. Zeker ook omdat het een specifieke doelgroep is waarvan het risico hoog is. Ja, het is denk ik wel goed om aan te tekenen dat de stijging van 39 naar 50, dat die wel afkomstig is uit die groep die reeds in quarantaine was. Dus dat waren de mensen waarvan we op basis van hun geschiedenis en de contacten die zij hadden met anderen die wel positief getest waren en al preventief in quarantaine waren geplaatst. En na testen zijn er dus van die grote groep nog aanvullend 11 besmettingsgevallen aan het licht gekomen. Dat betekent dus wel dat het quarantaineprotocol in deze preventief goed heeft gewerkt. Maar ik ben met u eens, de vlugge stijging van cijfers, die bewijst maar weer eens hoe geniepig en hoe vlug dit virus om zich heen grijpt. En hoe alert we moeten zijn op alle maatregelen die daarbij horen. Ik kijk even of ik dit deel kan afronden. Ik kijk naar mijn scherm, de verschillende raadsleden. Ik denk dat we dat kunnen. Dank u wel, meneer Reinders, voor deze vragen. En dan ga ik naar het volgende agendapunt. Dat zijn de interpellaties. Die zijn er niet aangevraagd, dus die kunnen we passeren. Gaan we naar agendapunt 12. Dat is de rondvraag. Dat is altijd het meest verrassende deel van onze agenda, want daarin kunnen raadsleden vragen wat hen op het hart ligt. En daar kunnen we proberen zo kort als mogelijk een antwoord te geven. Het is niet de bedoeling dat hier dan brede debatten over ontstaan, maar het is wel het moment om over korte actuele thema's kort even een vraag te stellen. En ik kijk wie daar behoefte aan heeft. Ik zie dat meneer Pals daar behoefte aan heeft en meneer Remmers. Kijk even of er nog meer zijn. Soms word ik dan gesouffleerd door onze griffier die ook meekijkt op de schermpjes. Mevrouw Ham, die had dat al aangekondigd. Meneer Mellies. Kijk hoe compleet ben ik inmiddels. Ik heb vier rondvragen. Ik zie niemand meer onrustig zwaaien. En dan ga ik mevrouw Ham als eerste, want die had al helemaal aan het begin van onze vergadering aangekondigd dat zij het woord wilde voeren. Mevrouw Ham namens de SP en daarna meneer Pals. Mevrouw Ham, gaat uw gang. Nou, dan zal ik beginnen met de vraag waar de motie over gaat. Ik heb 2 vragen in totaal. De vraag over de motie gaat over pesticiden en het gebruik daarvan. Dat is een tijd lang verboden geweest om dat te gebruiken door de verschillende gemeenten in Nederland.
En nu is kort geleden deze wet teruggedraaid door de rechter. Wat gaat de gemeente Stadskanaal hiermee doen? En gaan we weer over op het gebruik van pesticiden? Of gaan we eigenlijk verder zoals we bezig waren? Dus zonder het gebruik van pesticiden. De tweede vraag gaat over het gebruik van bladblazers. Dit is al langere tijd een opspraak in de media. En ons zijn berichten binnengekomen van inwoners dat zij zich storen aan het gebruik hiervan. Gezien het verduurzamen van de gemeente lijkt het ons belangrijk om eens goed te kijken naar het gebruik van bladblazers. Is de gemeente in Stadskanaal zich ervan bewust van de schade die bladblazers toebrengen? En is de gemeente Stadskanaal al bezig met een visie voor het gebruik van bladblazers op langere termijn? Dank u wel, mevrouw Ham. Dat zijn beide vragen die, denk ik, op het bordje van mevrouw Brommers horen als wethouder buitenruimte en groenbeheer. Mevrouw Brommers, kunt u antwoorden geven op wat mevrouw Ham hier vraagt? Ja, voorzitter. Laat ik beginnen bij de vragen over de pesticiden. Inderdaad is het bij de rechter besloten om deze gewasbeschermingsmiddelen niet te verbieden, zeg maar. Mevrouw Ham vraagt, wat doen wij hier als gemeente mee? De insteek is, en daar zijn we het uiteraard mee eens, dat pesticiden in basis chemische stoffen zijn die een negatief effect hebben, onder andere op onze gezondheid. Wij willen met ons onderhoud zo min mogelijk schade toebrengen aan mens en natuur. En dus gaat onze voorkeur er ook niet naar uit om pesticiden weer te gaan gebruiken, laat ik het zo zeggen. Blijft een aandachtspunt uit chemieloos bestrijden binnen het huidige budget een uitdaging blijft. En dat wij nog steeds zoekende zijn naar het beheersen van onze onkruidbestrijding op verharding enzovoort. Nogmaals, dus de insteek is er beslist niet om weer pesticiden te gaan gebruiken. Maar om nu te zeggen dat we dat helemaal nooit meer gaan doen, dat gaat mij wat te ver. Wellicht zouden we kunnen kijken naar hier en daar maatwerk. En dat is de situatie voor nu. Blijft overeind dat wij met ons onderhoud zo min mogelijk schade willen toebrengen aan mens en natuur. Voor wat betreft het gebruik van bladblazers en of wij daar enige visie op hebben, een uitgebreide visie of beleid daarop hebben wij op dit moment niet in het bijzonder. Dank u wel, mevrouw Brommers. Ik kijk even naar mevrouw Ham of deze beantwoording voldoende is voor u, mevrouw Ham. Kan er dan worden gekeken naar de uitfasering van de bladblazers, of dat nog een optie is? Omdat het natuurlijk uiteindelijk ook minder geld kost van die bladblazers en ook allemaal onderhoud nodig. En als we het dan toch over geld hebben, dan is dat misschien mooi meegenomen. Ja. Ik zou kunnen kijken, voorzitter, naar hoe wij daarmee omgaan, wat dat precies kost. Maar dat is ook een beetje een technische vraag, maar die toezegging wil ik wel doen en dat ik u daar als raad over informeer. Mevrouw Brommers, even voor de administratie. Mevrouw Brommers doet de toezegging om naar de uitfasering van de bladblazers te gaan kijken. Dat, alleen al de zin is heel erg mooi. En dan hoorde ik iemand, ja, meneer Biezen, zie ik zwaaien. Meneer Biezen, hier op dit punt, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Het verbaast mij hoog dat dit punt naar voren komt. Ik wil mevrouw Ham dan ook graag vragen hoeveel klachten zij van burgers heeft binnengekregen. In tegenstelling tot wat mevrouw Ham van de SP aangeeft, kan ik mij niet voorstellen dat mensen last hebben van bladblazers. Ikzelf en mijn vrouw wonen aan de Eikenhagen. Wij zijn hartstikke blij dat er met bladblazers wordt gewerkt. Want u wilt niet weten hoeveel bladeren er van de eikenbomen afkomen. En de jongens van WDK en de andere bedrijven, die doen hun uiterste best om zo snel mogelijk, en dat tot nu toe al 4 keer dit jaar, in dit najaar, om dat blad aan de kant te krijgen. Dus ik verbaas mij wel een beetje over deze actie, moet ik u eerlijk bekennen. Dus wij zijn voorstander van bladblazers. En dat mogen dan ook wel elektrische bladblazers zijn.
Dank u wel, voorzitter. Dit is een onderwerp dat veel tongen losmaakt, want ook de heer Maarsing heeft een mening over bladblazers. En dat geldt ook voor mevrouw Schipper. Dan ga ik eerst naar meneer Maarsing luisteren. Meneer Maarsing van het CDA, laat het gaan. Meneer Maarsing, u moet iets met de techniek doen, want ik zie nu meneer Palsbreed uit in beeld, wat ook een mooi gezicht is. Maar als u een vraag heeft, dan zou het beter zijn dat ik u ook zou zien, meneer Maarsing. Even kijken of u de techniek onder controle krijgt. Dat lijkt nog niet helemaal te lukken. Zullen we dan eerst even mevrouw Schipper vragen om haar gevoelen omtrent de bladblazers? Nou, ja, dat graag, maar ik heb iets met een beweging gemaakt, maar ik zwaaide niet echt, dus ik had eigenlijk geen vraag, maar ik wil me wachten op meneer Bies aansluiten van misschien is het een optie om elektrisch te gaan doen. Dat scheelt natuurlijk heel veel lawaai. Dankjewel. Ja, maar u bent blij met de bladblazers. Ik zie nu in ieder geval meneer Maarsing weer, die druk gebaart aan de toetsen. Voorzitter, ik zit er weer in. Ik zie het. Daar zijn we blij mee, meneer Maarsing. Nou, dat moet ik wel hebben. Excuus dat ik op de verkeerde knop drukte. Nou, maar u bent er weer. Nou, ja, voorzitter, wij zijn het eigenlijk niet eens met mevrouw Haan. Kijk, bladblazers, die maken wel lawaai, dat weten we. Die kunnen overigens heel erg schoon zijn, maar die gebruiken op dit moment brandstof die 50 keer zo schoon is dan autobrandstof. Het is ook 2 keer zo duur, maar het is dus in Oostenrijk verplicht en hier dus ook. Maar ja, zonder bladblazen, dan zou ik graag aan de wethouder willen vragen, vergelijk ook nou direct even de kosten zonder bladblazers en met bladblazers. Want als dat allemaal door mensenhand moet gebeuren, wat er nu door die bladblazers gebeurt, dan willen we ook direct even die rekensom zien. Ja. Voorzitter? Ik kijk even wie we nu hebben, maar ik voel een hele technische verhandeling over bezem en harken aankomen. Ik kijk even wie nu mijn aandacht vraagt. Even kijken wie dit... Zou iemand nog even willen zwaaien? Ja. Ja, mevrouw Ham. Mevrouw Ham, u bent hiermee... Laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat wij tegen het weghalen van bladeren zijn of zo. Wij hadden alleen gedacht, of nou ja, wij niet, bewoners klagen over het feit dat het heel veel lawaai maakt. En sinds wij allemaal moeten thuiswerken, is dat gewoon soms heel erg vervelend. Op plekken waar dat niet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom gewoon op het voetpad waar je best kan vegen. Daarnaast lijkt het me een heel goed idee om elektrische bladblazers te gaan inzetten. Maar dan hebben we het alsnog over uitfaseren van de dieselbladblazers. Ja, u heeft in ieder geval een gevoelige snaar geraakt, mevrouw Ham. Maar dat doet niets af van het feit dat u ook aandacht vroeg voor het gebruik van pesticiden nadat de wet gesneuveld is bij de rechter. U kondigde aan het begin van onze vergadering aan dat u daar wellicht met een motie over wilde komen. Hoe ver staat het daar mee? Bent u inderdaad voornemens om met een motie te komen? Ja. Oké. Dat betekent dat wij straks aan het eind van de agenda nog even terugkomen op de motie van de SP die handelt over het gebruik van pesticiden in de buitenruimte. Maar ik kan nog even een vraag stellen, voorzitter. Nou, als het gaat over de motie over de pesticiden, dan doe ik dat liever bij agenda punt 17, want dan spreken we daarover. Ja, dan kom ik straks bij u terug, meneer Maarsing. Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan meneer Pals, die ook een vraag voor de rondvraag had. Meneer Pals, D66, gaat uw gang. En daarna meneer Remmerts. Ja, dank u, voorzitter. Ik las onlangs, dat is helemaal niet zo lang geleden, een prachtig artikel van mevrouw Abing Pellenbarg. Dat is de directeur van de Noordelijke Coalitie voor Bedrijven. Directeur van Energy Coalition, of de New Energy Coalition. Over wat er ontzettende positieve dingen er gebeuren in onze regio. En de Groningen, Friends, Friesland en Drenthe. Ik noem even op, wat 2 miljard wordt er geïnvesteerd door Liander in Enexis in onze in de energietransitie. Als klap op de vuurpijl werd er nog even 438 miljoen vanuit Brussel werd ons nog even in de schoenen geschoven. Kortom, het is een geweldige uitdaging en een geweldige transitie waar we voor staan. Alleen, alles heeft een maat, dus ook mevrouw
Abbing Pellenbarg had toch wel een maatje. En dat is, hoe kom ik aan personeel? Ik bedoel, er is nu al een schrijnend tekort aan mensen die handen en voeten geven aan deze immense opgave. En mijn vraag is, in hoeverre is onze gemeente daarin betrokken? In hoeverre kan onze gemeente daarin bijdragen? En in hoeverre zijn er in onze gemeente mensen die bereid zijn om opgeleid willen te worden, om handen en voeten te geven aan deze prachtige energietransitie? Dat is mijn eerste vraag. Oh, dat is een aankondiging van nog meer, meneer Paul. Ja, ik heb twee, sorry. Ja. U vraagt dus in hoeverre er aansluiting is tussen onderwijs en de vernieuwde arbeidsmarkt. Ik denk dat wethouder Hamster daar het dichtst bij zit met zijn portefeuille. Wethouder Hamster. Ik vermoed het ook, voorzitter. Dank u wel. Al sinds een aantal jaren is de arbeidsmarktregio bezig om juist werkzoekenden zoveel mogelijk richting kansrijke beroepen te leiden. Nog niet zo lang geleden, misschien nog steeds, hadden we de website kansrijkberoep.nl. Inmiddels heet dat project Kansrijk, omdat het kansrijk beroep ook aan kansrijk leren gekoppeld wordt. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet zeker weet of energietransitie ook als een van de vooraanliggende sectoren te boek staat. Dat wil ik voor u nagaan. Maar we doen ons uiterste best om juist inderdaad op te gaan leiden naar de plekken waar we ook werk verwachten de komende decennia. Dit is antwoord op de eerste vraag die meneer Pals stelde. Meneer Pals, op dit deel, is dat voldoende voor u? Ja, het is in zoverre voldoende, uiteraard. Ik neem ook aan dat er een soort inventarisatie plaats moet vinden. Ik vraag me even af in hoeverre wij op tafel zitten bij de New Energy Coalition. Of we daar ingangen hebben en hoe dat werkt binnen overheidsland. En hoeverre kunnen wij mensen daarin helpen. Want dat kan niet zo zijn dat dit soort ambitieuze plannen worden uitgevoerd door mensen buiten de EU bijvoorbeeld. Waarvan we allemaal vinden, jammer, want dat had hier ook gekund. Dus een oproep. Het is meer een oproep van maak daar een plan van en kom eens terug met die mooie plannen. En misschien zou mevrouw Abbing eens een keer uit moeten nodigen, denk ik. Maar goed, dat is even de aanvulling op de vraag 1. Ik hoor een initiatief van u aankomen, meneer Pals. Uw griffier heeft meegeluisterd. Zullen we het zomaar noteren? Ja, heel graag. Heel graag. Uw tweede vraag. Mijn tweede vraag is, dat is meer een schriftelijke vraag. We hebben, zoals u weet, hebben wij een partnergemeenschap, dat is Lilienthal. We hebben altijd de gewoonte om vis-à-vis en wederzijds elkaars nieuwjaarsrecepties te bezoeken, et cetera. Nou goed, alles zal daar enorme strepen door vinden. Dus ik hoop dat wij een tekstschrijver vinden binnen onze geleden, die we vast hebben, die een mooie brief ter ondersteuning vanuit de Stadskanaalse bevolking aan de Lierdentaalse bevolking kan sturen, die ook zij kunnen publiceren op hun website en in hun media, dat we en zowel dat we elkaar samen moeten steunen aan beide kanten van de grens in deze coronatijd. Dus dat is wederop een oproep. Een oproep om een teken van verbondenheid met onze partnergemeente te versturen in deze tijden die aan weerszijden van onze gedeelde grenzen de mensen moeten verbinden en bemoedigen. Zo heb ik het begrepen. Ja. Ik denk dat meneer Willems in zijn beste Duits daar een voortreffelijke opzet voor gaat geven. Mag ik het hierbij laten, meneer Pals? Ja hoor, maar ik zie mijn belangstelling de brief tegemoet en ik heb er vertrouwen in dat die ook de deur uit gaat. Zeker, wij doen er een kerstzegel op. Mooi. Mag ik meneer Remmerts namens het CDA het woord geven, dan is de heer Mellies daarna. Meneer Remmerts, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. In deze toch moeilijke tijden een heel positief en een blij geluid en een blije opmerking met daaraan gekoppeld een vraag van de fractie van het CDA. Als ik in het centrum loop, bij de Oude Markt, dan doet het mij ernstig deugd dat ik van de Oude Markt naar de Hoofdstraat kan kijken en omgekeerd. Want dat betekent dat locatie Vos, dat daar de sloopwerkzaamheden dusdanig in volle gang zijn geweest, dat de rotte kies, waar wij al een aantal keren naar gerefereerd hebben, betrokken is. En daar zijn we heel erg blij om. De sloopwerkzaamheden zijn, zoals ik dat bekeken heb, afgerond.
Dus dank aan het college dat het ook nog aan het eind van dit jaar plaats heeft kunnen vinden. Mijn vraag is, betekent dat dat naast de sloopwerkzaamheden nu dan ook de saneringswerkzaamheden klaar zijn of ook nog dit jaar afgerond kunnen worden, zodat we volgend jaar met goede moed kunnen beginnen aan de herinrichting van dit deel, dit ook zo belangrijke deel van het centrum van Stadskanaal? Dat was mijn deel aan de rondvraag. Dank u wel, meneer Remmert. Ik aarzel een beetje of hier wethouder Brongers van Ruimtelijke Ordening dan wel de wethouder voor de vernieuwing van het stadscentrum. Ik zie inderdaad wethouder Borgesius zijn hand opsteken. Gaat uw gang, meneer Borgesius. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dank voor de opmerking van de heer Remmers voor wat betreft de sloop. Ja, in feite geeft u zichzelf als raad ook een compliment van. Uiteindelijk heeft u daar voor die sloop ook toestemming voor gegeven. Maar desalniettemin, ik zal uw instemming en uw benadering omtrent dit ook doorgeven in onze organisatie. Ja, u zei het denk ik op een voortreffelijke manier. U sprak over een rotte kies. Maar goed, er zitten ook meestal wortelen aan. En dat gaan wij checken, hoe ver dat ook gevorderd is. En op het moment dat zullen we door een neutraal iemand laten doen. En wanneer dat proces achter de rug is, zullen wij in samenwerking vanzelfsprekend met de onroerend goedontwikkelaar, met overleg starten wat hij exact voornemens is om te gaan doen. Maar ja, dat is niet aan ons. Wij zullen de voorwaarden creëren om dan dat hij zijn plannen daar verder kan ontwikkelen. En wanneer die sanering, vandaar duidde u, dacht ik op, exact achter de rug is op dit moment nog niet bekend, maar ik heb dat ook wel eens eerder gezegd. Wij gaan ervan uit, die druk ligt niet alleen bij ons, maar ook bij de ontwikkelaar van het onroerend goed. Want wij hebben duidelijk afgesproken dat wij de transactie door middel van een geldelijke bijdrage zullen doen na sloop en sanering. Tot zover, voorzitter. U maakt melding van het feit dat de kies getrokken is, maar nog een wortelkanaalbehandeling behoeft, wat in onze gemeente dan meteen weer een eigenaardige bijklank heeft. Maar u geeft wel aan dat er goede afspraken zijn gemaakt en dat dat binnen afzienbare tijd ook gereed gaat komen. Ja. Meneer Remmerts, voldoende voor u op dit moment? Ja, dank u wel. We hopen dat de wortelkanaalbehandeling onze gemeente niet al te veel pijn doet. Oké, dank u. Gelukkig is het maar een zijkanaal. Het hoofdkanaal blijft gelukkig gewoon open in Stadskanaal. Ja. Dank u wel, wethouder Borgesius. Dan gaan we naar meneer Mellies namens Lokaal Betrokken. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Van mij twee korte vragen. De eerste betreft de verkeerssituatie op de Esperantolaan tussen de Hoofdstraat en de rotonde bij de Aldi. Daar is een fiets- en voetgangersoversteekplaats. En dat is al vanaf, sinds de verbouwing zeg maar, van dat hele gebied, best wel een onveilige situatie. Er zijn al eerder al wat bomen bijgesnoeid om het toch maar overzichtelijk te houden. Nu blijkt gewoon dat doordat de avonden wat vroeger invallen dan bij de zomerdag, het ook eerder donker is en te slecht verlicht. En we hebben daar laatst even gepost en dan blijkt dat er meer geen voorrang wordt gegeven aan fietsers en voetgangers dan wel voorrang wordt gegeven. Dat lijkt me een ongewenste situatie. Mijn vraag is, deze situatie bekend bij het college? En staat er iets in de pijplijn om daar iets aan te doen? Dat is één vraag. De tweede vraag, voorzitter, betreft de voorzieningenwijzer. Welstad biedt samen met de woningcorporaties Woonservice, Levier en ook de gemeente Stadskanaal de voorzieningenwijzer aan. De voorzieningenwijzer die helpt inwoners om inzicht te krijgen op welke kosten er eventueel bespaard kan worden. Nou ja, goed, bij de evaluatie van het beleidsplan Integraal de schuldhulpverlening vorige week viel te lezen dat de gemiddelde opbrengst voor huishoudens ongeveer 1000 euro per huishouden per jaar bedraagt. Dat is een aanzienlijk bedrag, en vooral als je niet te veel te besteden hebt. Wij van Lokaal Betrokken zijn er ook zeer blij met deze dienstverlening. Echter, er is ons te oren gekomen van een inwoonster, en daar waren we ook zelf bij, dat de gemeentelijke regelingen niet goed in de voorzieningenwijzer staan. Het blijkt dat de vermogensgrenzen die de voorzieningenwijzer hanteert in de inkomensgrenzen niet gelijk zijn met de regelingen die wij kennen van bijvoorbeeld de website, waardoor mensen bijvoorbeeld geen aanspraak kunnen maken op een sociaal participatiefonds, om maar een voorbeeld te noemen.
Dit lijkt me niet wenselijk. En nou weet ik niet of het hier om een geïsoleerd geval gaat. Of dat structureel iets verkeerd is. Maar mijn algemene vraag is aan het college. Is het college op de hoogte van de gemeenschappelijke regelingen in deze voorzieningenwijze? Dank u wel. Wel, meneer Mellies, ik zie volgens mij meneer Biezen op dit punt instemmend knikken. Nee? Oh, meneer Biezen, ik ga u niet mengen in uw privé-situatie, meneer Biezen. Maar ik meende op te kunnen maken dat u op dit punt instemmend knikte. Maar dat was kennelijk dan om een andere vraag. Dan ga ik voor wat betreft de vraag voor het verkeer naar wethouder Brongers. En daarna naar wethouder Verschuren voor de voorzieningenwijze. Wethouder Brongers heeft het woord. Ja, voorzitter. De situatie die meneer Mellies noemt is inderdaad bekend. En ik moet helaas misschien wel zeggen dat is een van de vele in onze gemeente. En meneer Mellies noemt ook terecht, er wordt geen voorrang gegeven. Het gedrag van onze verkeersdeelnemers heeft voortdurend de aandacht en is niet zonder meer met infrastructurele maatregelen op te lossen. Het zij door bebording, het zij door daar op een andere manier aandacht voor te vragen. Voor een aantal situaties in onze gemeente die veelvullend naar voren komen, heb ik vanmiddag nog afspraken gemaakt met Veilig Verkeer Nederland. Om daar ook naar te kijken en te zien of daar ideeën over zijn, hoe wij hier op een positieve manier aandacht voor kunnen vragen. Het is helaas zo ook dat de activiteiten die Veilig Verkeer Nederland samen met ons als gemeente doet, ook door de corona-omstandigheden wel een beetje belemmerd worden om datgene te doen wat eigenlijk noodzakelijk en wenselijk is. Dat op dat onderdeel, ik kijk even naar meneer Mellies of dit voldoende is voor hem op dit moment. Nou, eerst voldoende, voorzitter. Ook blij natuurlijk dat het college dit in beeld heeft. Dus we houden de vinger aan de pols. Dank u wel. Dank u wel. En dan voor wat betreft de voorzieningenwijzer geef ik graag wethouder Verschuren het woord. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. In de voorzieningenwijzer worden 5 onderwerpen behandeld, waaronder andere inderdaad de gemeentelijke regelingen. Ik heb hem nu niet bij de hand, dus ik kan niet à la minuut even checken of daar fouten in staan. Maar als daar fouten in staan, dan is dat natuurlijk triest en zeker niet de bedoeling. Ik zal ambtelijk even laten nakijken of de gegevens kloppen. Mochten ze niet kloppen, dan zullen we ook zo snel mogelijk zorgen dat ze kloppend gemaakt worden. Want dit kan niet als het fout is. En ik neem aan, wethouder, dat u het ook fijn zou vinden dat de heer Mellies de fouten die hij in ieder geval gevonden heeft even bij u onder de aandacht brengt, zodat we daar niet meer naar hoeven te zoeken. Inderdaad, dat maakt het misschien wat korter en dan weten we in ieder geval welke concrete zaken niet goed zouden zijn. De heer Mellies, van harte uitgenodigd. Is dit voldoende voor alsnog? Voldoende, voorzitter, en ik zal de heer Verschuren binnenkort even deelgenoot maken van dit specifieke geval. Dank u wel. Heel fijn. Dan kijk ik even of ik iedereen recht gedaan heb voor het onderdeel rondvraag. Als dat het geval is, dan zou ik u willen voorstellen even 10 minuten te schorsen om de kopjes bij te vullen. En dan gaan we daarna verder met het meer inhoudelijke deel van onze vergadering. Ik schors de vergadering voor 10 minuten.
Dames en heren, ik heropen de vergadering. Wij zijn inmiddels aangekomen bij agenda punt 13. En in agenda punt 13 wordt een voorstel gedaan om de gemeentelijke belastingen voor het volgend jaar 2021 vast te stellen. We hebben het daar al over gehad tijdens de begrotingsbehandeling. In onze gemeente is het uitgangspunt dat de tarieven van de belastingen die geheven worden, dat die kostendekkend zijn. En de gemeenteraad wordt nu gevraagd om een achttal belastingverordeningen vast te stellen. Ik ga even kijken wie hier over het woord willen voeren. Dat is altijd het meest dynamische deel van de start van een gesprek. Ik kijk even Remmerts. Van wie ik een hand zie. Dat is van de heer Remmerts. En anderen. Zie ik nog meer kandidaten om het woord hierover te voeren? Nee. Dat zie ik niet. Dan gaat meneer Remmerts 8 verordeningen voor zijn rekening nemen. Meneer Remmerts namens het CDA. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. U bent van het CDA gewend dat wij kort van stof zijn, dus dat zijn we bij deze ook. We gaan akkoord met de verordeningen. We hebben de tarieven en aanpassingen al op een eerder moment met elkaar besproken en afgesproken. Dus wat ons betreft kunnen ze nu vastgesteld worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Remmerts. Gezien het feit dat niemand zich meldt verder om hierover het woord te voeren, kom ik voorzichtig tot de conclusie dat er in onze gemeenteraad breed instemming is. Is er nog een fractie die behoefte heeft hier apart een stemverklaring over af te leggen? Als dat niet het geval is, dan kom ik graag zonder tegenspraak tot de conclusie dat wij hier 8 verordeningen kunnen vaststellen bij hamerslag. Bij deze. Gaan we naar agenda punt 14. Dat is de decemberwijziging 2020. De wet die bepaalt dat een gemeenteraad een begroting kan wijzigen nog net voor het eind van het begrotingsjaar. Dat betekent dat vanavond het de laatste keer is dat er een reguliere mogelijkheid is om onze begroting aan te passen. Er zijn een aantal ontwikkelingen die het nodig maken om de gemeenteraad om toestemming te vragen om die begroting te wijzigen. En die staan bij elkaar geschreven in de decemberwijziging 2020. Ik kijk even wie hiervan de gemeenteraad behoefte heeft om het woord te voeren. Dat is in ieder geval de heer Reinders namens de Socialistische Partij. Tamsma. Meneer Tamsma. Meneer Remmerts. Tamsma namens het ChristenUnie. Meneer Remmerts namens het CDA. Was het? Anderszins doe ik iemand tekort hier wel. Meneer Hofstra van de Partij van de Arbeid. Dan gaan we het in die volgorde doen. Meneer Reinders namens de SP en daarna de heer Tamsma van de ChristenUnie. Gaat uw gang, meneer Reinders. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt de decemberwijziging voor besluitvorming in de laatste vergadering van het jaar. Een raadsvoorstel waar de SP-fractie mee kan instemmen. Maar we willen er toch één onderwerp uitlichten. En dat is het hoofdstuk financiële consequenties coronacrisis. De SP-fractie begrijpt dat de coronacrisis voor grote onzekerheid zorgt. En je dus niet kunt voorzien wat de uiteindelijke kosten zullen zijn. Want de coronacrisis is nog niet aan zijn einde. Echter is er wel een lichtpuntje aan het einde van de lange donkere tunnel. Door de vaccinaties die nu ter goedkeuring liggen bij het EMA. Voorzitter, de uitvoeringskosten zullen naar verwachting neutraal zijn. We verwachten dus dat wij de kosten die we maken voor de uitvoering vanuit het Rijk vergoed worden. Verwacht het college met betrekking tot de financiële consequenties coronacrisis dat het huidige genoemde voorlopige overschot van €271.000 toereikend zal zijn om extra tegenvallers op te vangen en zo niet, komt er dan vanuit het Rijk een aanvullende uitkering. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld in behoeven van de horeca en nachtleven in de gemeente Stadsknal. Wij wachten met smart op de antwoorden van het college, maar de SP wil hier nog wel benadrukt hebben dat het al lang geen 5:12 meer is, maar al lang 11:45. Dit te meer omdat we recentelijk hebben kunnen vernemen dat een begrip in Stadsknal is verloren gegaan, namelijk de babbelaar, tot zover in eerste termijn. Dank u wel, meneer Reinders. Meneer Tamsma namens de ChristenUnie en daarna meneer Remmerts. Gaat u gang, meneer Tamsma. Dank u wel, voorzitter. Van onze kant één vraag. En die gaat over de nota duurzaamheid. Op pagina 7 wordt gevraagd om €112.000 over te hevelen naar 2021.
Bij de vaststelling van de nota duurzaamheid in 2018 is vastgesteld om jaarlijks een uitvoeringsbudget van 50.000 euro daaraan te koppelen. Kunt u aangeven waarom dat in feite dus enerzijds niet gebruikt is en waarom het eigenlijk nu eigenlijk met de verwachting dat het gebruikt wordt in 2021 doorgeschoven wordt? En eigenlijk een vervolgvraag die eigenlijk vanavond net bij me opkwam, is eigenlijk wat doet eigenlijk de toezichthouder met dit soort posten in de begroting, nu wij onder preventief toezicht staan? Twee heldere vragen, meneer Tamsma. De reden voor het doorschuiven en welke verwachte concrete uitgaven er voor dit doorgeschoven budget zijn. En op welke manier de toezichthouder in het kader van onze ondertoezichtstelling kijkt naar deze doorgeschoven posten. Twee heldere vragen. Ik vraag aan de heer Remmerts zijn bijdrage en daarna meneer Hofstra. Meneer Remmerts, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de fractie van het CDA heeft kennis genomen van de decemberwijziging. En daarin zien we dat het tekort dik een miljoen lager uitvalt dan in de najaarsnota is begroot. Dat betekent dat ook het negatieve resultaat voor 2020 lager uitvalt. Maar het heeft wel tot consequentie dat de begroting voor 2021 een groter nadelig saldo heeft. En een tekort laat zien van maar liefst dik 8 miljoen euro. En dat overziend en dat lezend brengt dat ons ertoe om nog maar eens een keer weer onze grote zorg uit te spreken over de financiële situatie van onze gemeente. Als het zo doorgaat, dan zijn we in een jaar door onze reserves heen en zullen we onze bestemmingsreserves aan moeten spreken. De informatie die we op 24 november hebben ontvangen van de accountant BDO heeft ons daarbij zeker niet gerustgesteld. We doen niet alles verkeerd, zeker niet, maar we geven op een aantal dossiers, zeker in het sociaal domein, gewoon te veel uit in verhouding tot onze inkomsten. We zullen dan ook, waar het mogelijk is en op geleide van afspraken die gemaakt zijn of gemaakt worden, hier zo snel mogelijk iets aan moeten doen. Verder dank aan het college. De heer Reinders heeft het al gezegd voor de informatie met betrekking tot de financiële consequenties van de coronacrisis. We vinden het belangrijk hierbij ook de bijdrage van de Rijksoverheid te noemen, wat voor onze gemeente neerkomt op een compensatie van dik 2 miljoen euro uit het gemeentefonds. In het overzicht in de decembernota kunnen we lezen hoeveel inkomsten we missen. Bijvoorbeeld het programmabudget van Geert Thijs, 110.000 euro. En hoeveel extra kosten er gemaakt moeten worden. We hebben het hierbij over indrukwekkende bedragen. En we mogen dan ook hopen dat deze situatie niet lang meer zal voortduren. Ten slotte zijn er in de decemberwijzigingen nog een paar aanpassingen gedaan die we als fractie van het CDA verder voor kennisgeving aannemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Reinders. Meneer Remmerts en de heer Hofstra sluit dit rijtje af namens de Partij van de Arbeid. Meneer Hofstra, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Reinders noemde de financiële gevolgen van de coronacrisis al kort. Nou, we hebben natuurlijk, eigenlijk is het een soort tussenstand, want we zijn nog lang niet uit de coronacrisis. Maar we sluiten aan bij de vraag die meneer Reinders met andere woorden ook stelde, namelijk krijgen we dat 100% van het Rijk vergoed op de ware. Dan had meneer Remmerts het al over het 1 miljoen, ongeveer 1 miljoen, wat het tekort lager is voor begrotingsjaar 2020. Dat er voor 2021 weer juist 1 miljoen tekort bij komt. Dus nou ja, die strepen we dan maar tegen elkaar weg. Meneer Remmerts die nam ook nog een keer gebruik van de gelegenheid om de zorgelijke financiële situatie van de gemeente aan te stippen. Doen wij ook. Meneer Remmerts die zei van moeten zo snel mogelijk zorgen dat wij minder geld gaan uitgeven. Maar volgens mij is het van groter belang dat er meer geld bij komt. We hebben in het verleden al duidelijk gezegd hier dat wij geen rare dingen doen als gemeente Stadskanaal. Dat de bezuinigingsmogelijkheden zo goed als uitgeput zijn, dat die in elk geval niet voldoende zullen zijn om ons weer in zwarte cijfers te doen belanden. Dus het is echt van groot belang dat onze gemeente de middelen krijgt die nodig zijn voor uitvoering van de taken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Hofstra, voor uw bijdrage. Dan ga ik graag naar wethouder Hamster om de vragen die er zijn gesteld en de opmerkingen gemaakt om een antwoord te voorzien. Meneer Hamster, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal opmerkingen over de algemene financiële situatie van de gemeente, waarbij ik de woorden van de heer Hofstra op het laatste van harte ondersteun. Wellicht heeft u opgemerkt in uw ingekomen post dat er afgelopen vrijdag een brief is binnengekomen van de provincie, waarin de preventief toezicht bevestigd wordt. Dus het is echt een feit vanaf 1 januari dat het zo is. Dus we gaan het de komende maanden nog veelvuldig over deze financiële situatie hebben. Een paar inhoudelijke vragen over de decemberwijziging zoals die voor ligt. Met name over de coronacompensatie. Waarbij de algemene vraag is, wellicht gebaseerd op ervaringen uit het verleden, dat we niet geheel goed gecompenseerd werden door het Rijk op een aantal taken. Gaat dat voor corona wel gebeuren? Tot op heden lijkt het dus het geval te zijn. We hebben als gemeenten in Nederland inmiddels in 2 tranches middelen gekregen. Daar ziet u hier in de decemberwijziging de uitwerking voor Stadskanaal van. Er is door de VNG en het Rijk ook afgesproken dat in 2021 een aanvullende compensatie plaats zal vinden op basis van de daadwerkelijke situatie. Dus het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Tot op heden komt voor Stadskanaal in ieder geval, lijkt het Rijk de belofte na te komen om gemeenten schadeloos te stellen. Dat blijkt uit het feit dat na onze inventarisatie we denken nog een klein beetje geld over te hebben. En dat was eigenlijk de periode tot en met de zomer. Dus voor het vervolg, voor deze, welke golf zitten we inmiddels? En deze nieuwe lockdown en alle consequenties daarvan gaat ongetwijfeld de VNG weer het gesprek aan met het kabinet om compensatie te vragen. Dan nog de vraag van de heer Tamsma. Dat is bijna een academische vraag. Van hoe gaat de toezichthouder nu om met het beschikbaar houden van middelen? De begroting 2020 kent nog het karakter dat u daar uw eigen mening over kunt vormen. De consequenties daarvan zijn heel interessant. Omdat we geen vastgestelde begroting 2021 hebben. Dus wij zullen met de uitkomst van deze documenten die u straks zometeen vast gaat stellen, als ik u goed interpreteer, de gevolgen samen met de provincie gaan bekijken wat dat betekent voor het tekort voor volgend jaar en voor de resterende jaren is. Dit betreft allemaal incidentele zaken. Het gaat eigenlijk niet over een structureel tekort. Dus in principe verandert het weinig aan ons toezichtssituatie. Volgens mij, voorzitter, waren dat de vragen naar mij. Dan is er nog 1 inhoudelijke vraag over de inkleuring van het duurzaamheidsbeleid die ik graag aan collega Borgesius door zou willen spelen. Dank u wel, wethouder Hamster. Dan kijk ik inderdaad naar wethouder Borgesius, waar het duurzaamheidsvraagstuk onder is gebracht. Meneer Borgesius, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden die middelen, waar de heer Samson ook aan refereerde. Die zijn ook, en dan noem ik maar even een voorbeeld, wat we ook zouden doen en wat het gewoon vanwege de situatie waarin we ons bevinden. Bijvoorbeeld een energietoets bij bedrijven. Dat heeft wat achterstand opgelopen, maar dat zal ongetwijfeld de komende jaren op ons afkomen. Het is niet alleen dat aspect wat ik u zojuist noemde. Bijvoorbeeld de transitie warmte komt de komende tijd ook op ons af. Wij zullen zelf ook, hebben ook het vraagstuk voor ons liggen voor wat betreft de duurzaamheid van onze eigen vastgoedportefeuille. Dus dat zijn allemaal zaken die zullen we uit dit fonds, of dat gereserveerd geld, hoe je het ook wilt benoemen, zullen moeten gaan bekostigen. Daar komt bij dat u in Q1 van het komend jaar, mag u van ons een notitie verwachten. En daarin geven wij dan ook een update van zeg maar de nota duurzaamheid waar de heer Tamsma aan refereerde, voorzitter. Dank u wel, wethouder Borgesius. Is dit een voornemen of mag ik die als toezegging in de toezeggingenlijst noteren, meneer Borgesius? Hoe ziet u dit? Die nota duurzaamheid die staat voor het eerste kwartaal op het programma, dus die zou de toezeggingslijst 1-4-21 kunnen, in mijn beleving. Dus een bevestiging van wat u al op het programma heeft staan. En als de overgang naar de nieuwe burgemeester soepel verloopt, dan is het wellicht verstandig om hem toch gewoon even op de toezeggingslijst te zetten.
Dan kunnen we ook middels de agendacommissie bewaken dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. En dan kijk ik even naar de sprekers in eerste termijn of er voldoende recht is gedaan aan de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Kijk even wie er in tweede termijn nog het woord wil. Ik zie nog geen handen zwaaien. Dat is niet het geval. Dan kom ik tot de conclusie dat wij in één termijn voldoende aandacht hebben besteed aan de decemberwijzigingen. En dan geef ik hem graag ter besluitvorming voor. Als er behoefte is aan stemmen, dan kan dat nu. En anders dan concludeer ik dat de gemeenteraad van Stadskanaal unaniem akkoord is met de voorgestelde decemberwijzigingen 2020. Bij hamerslag. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Agendapunt nummer 15. Dat is het bestemmingsplan landelijk gebied. En dat gaat meer specifiek om de Onderstukveenweg. De nummers 15 tot 17. Bij uw stukken is er ook een recent binnengekomen brief van een inwoner gevoegd. Het gaat hier om de bouw van een, althans de vraag om een aantal varkensstallen aan de Onderstukveenweg te mogen uitbreiden. Daar moet het bestemmingsplan voor worden aangepast. Omwonenden hebben hierover zienswijze in gediend. En daar heeft de hoorcommissie van de gemeenteraad van Stadskanaal zich over gebogen. En de mensen zijn gehoord. Het verslag van die hoorcommissie die is bij uw stukken gedaan. En zoals ik al zei, een van de indieners van die zienswijze hebben ook nog een actuele brief aan uw raad gestuurd. En al met al ligt er nu hier nu een voorstel voor om het bestemmingsplan landelijk gebied vast te stellen op de manier zoals dat in uw stukken beschreven staat. Ik kijk even wie ik hierover het woord mag geven. Dat is mevrouw Ham, dat is meneer Maarsing. Mellies. Dat is meneer Mellies. Pals. Heer Pals. Hofstra. Heer Hofstra. Sterenborg. Mevrouw Sterenborg. Klopstra. De heer Klopstra. En kijk even of ik hiermee iedereen gehad heb. Nog even op mijn andere schermpje kijken. Ik heb iedereen gehad. Ik denk dat ik begin bij mevrouw Sterenborg, omdat die ook over het proces in de hoorcommissie wellicht nog iets aanvullend zou kunnen toelichten. En dan geef ik daarna de heer Klopstra het woord. Mevrouw Sterenborg namens de ChristenUnie. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft de onderliggende stukken doorgenomen en het bestemmingsplan heeft er inzage gelegen en er is een zienswijze ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijze zijn de indieners gehoord door de hoorcommissie. En nadien, naar aanleiding van deze hoorcommissie, hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de belanghebbenden. Niet op alle punten is overeenstemming bereikt. De punten waarom het gaat zijn echter niet aan de gemeente. De gemeente toetst of het plan logisch past en of er wordt voldaan aan de normen. Voor zover wij kunnen overzien is het proces zorgvuldig doorlopen. Handhaving wat betreft het aantal dieren, evenals de geurnormen, is aan het ODG. Deze geurnorm is volgens de wettelijke rekenmethodes vastgesteld. Of er wordt voldaan aan de normen voor wat betreft het 1-ster predicaat voor varkens. Hiervoor is het keurmerk Beter Leven 1-ster de controlerende instantie en niet de gemeente. En ook de gemeente gaat niet over het aantal dieren per UBN-nummer. Hier zijn andere wettelijke organisaties verantwoordelijk voor. Alles overziend kan onze fractie instemmen met het voorstel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Sterenborg. Mevrouw Sterenborg gebruikte de afkorting ODG. Daar bedoelt ze de Omgevingsdienst Groningen mee. En dat is een dienst die voor veel gemeentes in de provincie Groningen de handhaving voor tal van omgevingsgerelateerde kwesties heeft. Dat is wellicht voor de luisteraars thuis verhelderend. Meneer Klopstra heeft het woord namens de VVD en daarna de heer Hofstra. Meneer Klopstra, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD kan zich aansluiten bij wat mevrouw Sterenborg zojuist verwoordde. Het proces is zorgvuldig geweest. Er zijn besprekingen geweest, er is een hoorcommissie geweest. Wat in ieder geval de conclusie is, is dat het milieu technisch en tactisch zeker niet slechter wordt. Voor de dieren niet en voor de omgeving niet. We constateren ook dat er nog wel wat verschil van inzicht over wooncomfort in de omgeving is. Want dat lijkt ons niet iets waar de gemeente direct ertoe over zou moeten gaan deze wijziging te weigeren.
Dus de VVD zal daar ook achter staan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hofstra. Meneer Klopstra, meneer Hofstra heeft het woord. En daarna meneer Pals. Meneer Hofstra namens de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. We hebben dit inderdaad 11 juni besproken in de Hoorcommissie voor de Zienswijze. Inderdaad, één zienswijze gekomen. Dat heeft ook aanleiding gegeven om het ontwerpbestemmingsplan in elk geval op één punt aan te passen, namelijk de landschappelijke inpassing, zodat de uitbreiding van de varkensstal minder zichtbaar wordt voor de indiener van de zienswijze. Ik denk dat het goed is dat, en dat is ook zo in het voorstel verwoord, dat het aantal varkens niet toeneemt. Dus het oppervlakte per varken neemt toe. Dat was voor ons een heel belangrijke overweging om de totale veestapel niet te laten groeien. Meneer Klopstra die verwoordde het zojuist ook al, dat het wat dat betreft niet slechter op wordt. En dat is voor ons ook van doorslaggevend belang geweest om in te stemmen met dit bestemmingsplan. Tot zover onze bijdrage, voorzitter. Dank u wel, meneer Hofstra. Meneer Pals heeft het woord en daarna de heer Maarsing. Meneer Pals, D66, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij de vorige sprekers. Ook wij hebben helder en geconstateerd dat er een sprake is geweest van een zorgvuldig proces. Ook voor onze partij geldt inderdaad, wij zijn niet voor meegestallen, dus we zijn ook niet voor toename van het aantal varkens op een bedrijf. Dus dat is hier niet aan de orde. Het mooie van deze investering en het mooie van de aanvraag van de eigenaar is dat er gestreefd wordt om het keurmerk, het Beter Leven keurmerk te verkrijgen. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Ik denk dat wij in het kader van duurzaamheid en betere dierenwelzijn, dat dit echt een modelboerderij daarvoor gaat worden. Dus ja, ik kan me voorstellen dat eigenaren met veel spanning hier vanavond zitten te luisteren naar deze beraadslaging, want het gaat om heel veel geld. En vanuit onze fractie willen we vast de eigenaren heel veel succes wensen met hun investering. En we hopen eens een keer te mogen komen kijken als gezamenlijke raad wat het voorstelt en wat het inhoudt om een beter leven boerderij te runnen. Tot zover. Bijna vrijpostig een uitnodiging via het scherm. Dank u wel, meneer Pals. Meneer Maarsing heeft het woord namens het CDA en daarna mevrouw Ham. Meneer Maarsing, gaat uw gang. Ja, voorzitter, ik kan er eigenlijk geen verstandige woorden meer aan toevoegen. Het is al bijna allemaal gezegd. Dus de woorden zorgvuldigheid, meer leefruimte voor de dieren, de zekerheid te voldoen aan het aan een betere kwaliteit vlees, meer ruimte voor de dieren, een afname van de stikstofdepositie en geen effecten voor natuurgebieden en tenslotte geen ruimte voor het houden van meer dieren. Nou, dan kan ik er nog één zin wil ik eraan toevoegen. Het gaat hier dus weer om een ondernemer die investeert in zijn toekomst en de kwaliteit om als bedrijf, ja, in de veehouderij in de huidige situatie perspectief te houden. Dus wij stemmen van harte in met dit voorstel. Dank u wel, meneer Maarsing. Mevrouw Ham namens de SP en de heer Mellies sluit straks de rij. Mevrouw Ham, gaat uw gang. Bedankt, voorzitter. De SP vindt het welzijn van dieren erg belangrijk. We vinden het dan ook goed dat er wordt geïnvesteerd en dat er veranderingen aan worden gebracht in onze gemeente om dieren een beter leven te geven. Belangrijk is hierbij dat de totale veestapel niet zal groeien bij deze wijziging. Door de wijziging van het bestemmingsplan aan de onderste Veenweg 1517 toe te staan, gaat deze stal van geen beter levenkeurmerk naar beter levenkeurmerk van 1 ster. Alle ingediende zienswijzen zijn bekeken en het plan is daar waar nodig aangepast. De SP kan dan ook instemmen met dit bestemmingsplan. Dank u wel, mevrouw Ham en de heer Mellies namens Lokaal Betrokken. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat hier dus om een uitbreiding van een varkensbedrijf. Meer specifiek een uitbreiding van het bedrijfsvoeroppervlak en niet zozeer van het aantal varkens. De eigenaar wil zoals gezegd voldoen aan het keurmerk Beter Leven 1 vanwege dierwelzijnseisen. Nou, dat vinden wij prachtig. Niks mis mee. De procedure is helemaal goed doorlopen. De indieners hebben een zienswijze kunnen indienen.
Er zijn ambtelijke gesprekken die hebben plaatsgevonden. Dus helemaal niks mis mee. Wij kunnen instemmen, voorzitter, met de drie beslissingspunten die hier voor liggen. Dank u wel. Oh ja, trouwens nog even over de geuroverlast. U zei zelf al dat wordt gecontroleerd door de Omgevingsdienst. We zijn wel benieuwd, kunnen u een indicatie geven hoe vaak dit gebeurt? En ook voor wat betreft het aantal dieren. Volgens mij gaat de Omgevingsdienst daar niet over. Volgens mij gaat daar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over. Klopt dat? En wordt daar ook voldoende op gecontroleerd? Dank u wel. Dank u wel, meneer Mellies. Helemaal aan het eind van de eerste termijn van de gemeenteraad zat er toch nog een vraag naar de wethouder verstopt. Ik denk dat mevrouw Brongers hier portefeuillehouder van is. Klopt dat, mevrouw Brongers? Dat klopt inderdaad, voorzitter. Goed, brede instemming te horen van uw raad. Er wordt nog even gerefereerd aan het zorgvuldig proces. Nou, misschien moet ik vanuit de kant van het college dan een compliment aan de raad wellicht in dit geval eens geven. Niet heel erg gebruikelijk misschien. Maar de raad heeft als hoorcommissie de indiener van de zienswijze gehoord. En ook een reactie daar op geformuleerd. En dat is denk ik een goede zaak als je het hebt over zorgvuldigheid van het proces. Waarin college en raad op een goede manier met elkaar samenwerken. Dat wou ik dan toch even maar kwijt. Inderdaad, nog een vraag van de heer Mellies over die geuroverlast. Hoe zit dat nu en hoe vaak wordt dat nu gemeten? Ja, daar zijn eigenlijk geen bijzondere afspraken over. In de zin dat het niet altijd structureel gebeurt. Als er vragen of klachten over zijn, of meldingen overkomen, dan gaat de ODG op pad, zal ik maar zeggen. En die doet dan de metingen. Ja, eventueel in deze situatie zou dat in het vervolg of in een vervolgsituatie nog wel eens aan de orde kunnen zijn. Maar er wordt niet op voorhand heel erg structureel en frequent getoetst op geuremissie. Behalve dan bij de aanvang van een nieuw bestemmingsplan enzovoort en de regels die daarvoor gelden. Dus bij aanvang van een situatiewijziging wordt er gemeten. Verder is er geen regulier toezicht, maar is er het onvolprezen piepsysteem wat het ODG dan gebruikt om eventuele metingen te verrichten. Ik kijk even naar meneer Mellies of dat op dit punt voldoende is. Meneer Mellies? Dat is duidelijk, voorzitter. Dank u wel. Dan heb ik het vermoeden dat er geen tweede termijn nodig is. Klopt dat? Ik kijk even. Mag ik nog even een opmerking maken? Meneer Maarsen. Er was nog even van de heer Mellies. De vraag is nu het NVWA of het ODG. Daar kan ik over zeggen dat de NVWA de echte kennis in huis heeft. Maar dat zij in ieder geval goed samenwerken met de omgevingsdiensten. Maar als er problemen zouden zijn, dan is echt de NVWA aan de beurt. Maar dat is een werkwijze die wordt toegepast bij alle geuroverlast en geurindicaties en geurmetingen. Dank u wel, meneer Maarsing, voor de inbreng van deze hele specifieke kennis. En zo bewijst u maar weer dat de gemeenteraad van Stadskanaal een hele brede weerspiegeling is van alle kennis die we in Stadskanaal bij elkaar weten te brengen. Dank daarvoor. Ik kijk even of we voldoende met elkaar hierover gesproken hebben om tot besluitvorming te komen. Dat lijkt het geval. Dan denk ik dat er geen specifieke stemronde nodig is voor dit bestemmingsplan. Ik kijk even of mijn inschatting klopt op dat punt. En dan concludeer ik af dat de gemeenteraad van Stadskanaal eenstemmig instemt met het bestemmingsplan landelijk gebied voor de Onderste Veenweg 15 tot en met 17 bij Hamerslag. Gaan we naar het volgende agendapunt. Dat is het water- en rioleringsplan voor de jaren 2021 en 2025. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor het inzamelen en het transport van afvalwater en van hemelwater. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid, het beperken van wateroverlast. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft daarmee te maken. Er ligt nu een plan om voor de komende 4 jaar daar beleid op te maken. Wethouder Borgesius is hiermee belast. En ik vraag aan de gemeenteraad wie hierover het woord wil voeren.
Ik zie mevrouw Schreur. Schipper. Mevrouw Schipper. Han. Mevrouw Han. Biezen. De heer Biezen. Mellies. En de heer Mellies. Sterenborg. Mevrouw Sterenborg. Nee. En hebben we daarmee de rij compleet? Ja. Dan start ik met de heer Biezen en vraag ik daarna mevrouw Schipper het woord. Meneer Biezen, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank. Het plan 2021-2025 voor het water en de riolering ligt voor. We hebben daar ook een presentatie over gehad. Wij kunnen ons vinden in de vier kernthema's: kwetsbaarheid en samenwerking, klimaatadaptatie, ketenoptimalisatie en duurzaamheid. Zullen dus ook akkoord gaan met het plan. Waar onze zorg wel een beetje ligt, is de beperkte beschikbaarheid van vakmensen en de beperkte personele capaciteit, waardoor andere wegen moeten worden gezocht om oplossingen te vinden. Misschien dat het college iets van die zorg bij ons kan wegnemen. Want er wordt gesproken over samenwerking met andere gemeentes. Nou, u weet net zo goed als ik dat in deze regio soms nog wel eens een probleem kan opleveren. Maar voor de rest akkoord met het voorstel, voorzitter. Dank u. Dank u wel, meneer Biezen namens gemeentebelangen. Mevrouw Schipper namens de Partij van de Arbeid en daarna mevrouw Schreur. Mevrouw Schipper, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. En eerst dank. We weten dat we nou het water- en rioolplan die looptijd afloopt. En er moet een nieuwe komen, dus dat mag helder zijn. Op zichzelf ziet het plan er goed uit. Ik had namelijk ook hetzelfde vraag als meneer Biezen net stelde, maar ik heb er nog eentje over. En dat is dus die van ontheffing van buitengebieden. In het verleden is daar eens een keertje aangeboden om de lozing ook op de riool, of die mensen, die huizen die daar staan, ook op de riool te krijgen. En er zijn er dus een aantal die dat dus toen de tijd niet hebben gedaan. En nou is mijn vraag van, nu is de wet altijd een ontheffing voorgegeven, maar nu is dat wettelijk niet meer mogelijk. Nu zou het op een andere manier opgelost moeten worden. En nou is mijn vraag dus van, hoe gaat dit nu? Kost het dat nou die mensen heel veel geld? En wat ik wel een belangrijke vraag vind, is dus, zijn het allemaal dezelfde huishoudingen die het over gaan, die er in het verleden toen hebben geweigerd, of die nu dus... nu voor het feit zijn dat, dus een, dat ze nu dus het nu moeten aanschaffen. Dus dat is me niet helemaal duidelijk uit het rapport gekomen. Dank u wel. Zover. Dank u wel, mevrouw Schipper. Mevrouw Schreur heeft het woord namens het CDA en daarna mevrouw Ham. Mevrouw Schreur, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Onze gemeente is verplicht om te zorgen dat de inzameling van afvalwater en hemelwater... Dit is vastgelegd in het water- en rioleringsplan. En dit plan zal in 2022 deel gaan uitmaken van de omgevingsvisie. Tijdens de Zoom-in-presentatie van 8 december heeft u aangegeven dat er de komende jaren veel aandacht besteed wordt aan duurzaamheid. En er is immers veel energie nodig om de verontreinigingen in het afvalwater te schonen. En hierbij komt ook energie vrij. De kosten voor onze gemeente zijn in 2021 2,8 miljoen, oplopend tot 3,2 miljoen in 2025. En het overgrote deel van deze kosten zijn vervangingsinvesteringen. En mijn vraag is daarbij, kan meer inzet van duurzaamheid nog besparingen opleveren bij vervanging van systemen, zodat de rioolheffingen gekomen voor deze... zodat de rioolheffing de komende jaren niet te veel stijgen. Wij vragen u ook om naast de noodzakelijke vervangingen ook voortdurend aandacht te besteden aan goed onderhoud, schone watergangen, open duikers en straatkoken. Als het gaat om water aan- en afvoer, is goed onderhoud meer dan het halve werk. U gaat de keten optimaliseren door samenwerking met het waterschap en door samenwerking met omliggende gemeenten. Kunt u de personele bezetting en kennis van zaken op niveau houden? Kunt u door optimalisatie van het personeelsbestand en de samenwerking ook nog kosten besparen? De fractie van het CDA wenst u veel succes met de uitvoering van dit plan.
En we vragen u ons op de hoogte te houden van de vorderingen van dit plan. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Schreur. Mevrouw Ham heeft het woord en daarna de heer Mellies. Mevrouw Ham namens de SP, gaat uw gang. Bedankt. Het water- en rioleringsplan van de gemeente Schnal moet worden vervangen. Nou, het plan ziet er goed uit en is duidelijk geschreven. Heel goed om te lezen dat de gemeente kijkt naar het verduurzamen waar dat mogelijk is. Er zijn tot op heden geen grote knelpunten gevonden. Nou, dat is natuurlijk altijd fijn. Maar nog niet alle resultaten van de stresstest zijn bekend en geëvalueerd. Kunnen wij als raad te zijner tijd hiervan een update verwachten? Daarnaast is het ook heel fijn dat in dit stuk duidelijk genoemd wordt dat er niet volledig ingezet wordt op krimp, maar dat de cijfers ook jaarlijks getoetst worden. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Ham. De heer Mellies heeft het woord. En daarna mevrouw Sterenborg. Meneer Mellies namens Lokaal Betrokken. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goed, het water- en rioleringsplan 2021-2025. We vinden het een goed stuk. Mooi vormgegeven ook, een technisch verhaal en weinig politiek ook. We kunnen er dan ook mee instemmen. Wel nog een opmerking, iets dat we ons toch wel aantrokken. Er staat namelijk in het voorstel dat door de beperkte beschikbaarheid van vakmensen en beperkte personele capaciteit er andere wegen gezocht moesten worden om de water- en rioleringstaken goed en volledig uit te kunnen voeren. De heer Biese haalde het al als eerste aan. Anderen hebben daar ook over gehad. De actieve borging van kennis en kwaliteit wordt gezocht, zo lezen we, in een actieve samenwerking met partners in de waterketen. Zo lezen we dus. We vragen ons wel af of we ons niet toch te kwetsbaar opstellen in deze. Dus dat was even een vraag van mijn kant. Voor de rest heb ik niks toe te voegen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mellies. En dan als laatste mevrouw Sterenborg namens de ChristenUnie. Gaat uw gang, mevrouw Sterenborg. Ja, dank u wel, voorzitter. Als je als laatste aan de beurt bent, is er al heel veel gezegd. Ik zal me dan ook beperken wat er voor de ChristenUnie belangrijk is. We vinden het belangrijk dat er zo weinig mogelijk hemelwater in het riool terechtkomt en dat ons rioolwater zo min mogelijk verontreinigd wordt door chemische middelen en of medicijnresten, zodat de kosten laag blijven om het water te zuiveren. Voor deze genoemde punten zien wij een taak als gemeente om hier voorlichting over te geven. Dat was ons punt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Sterenborg. Ik kijk naar de wethouder of hij kan reageren op dat wat is ingebracht. De heer Borgesius, gaat uw gang. Ja, dank u, voorzitter. Ja, verschillende fracties hebben denk ik een zorg geuit voor wat betreft kennis op de vier kernthema's die ook in deze nota staan beschreven. Kijk, wanneer je alles in eigen huis wenst te houden ten aanzien van deze vier kernthema's, dan denk ik dat de zorgen die, zoals gezegd, door verschillende fracties zijn uitgesproken, dat die dan ook terecht zijn. Dat kun je niet allemaal meer behappen, vooral omdat het ook naarmate de tijd vordert, er meer specifieke kennis ten aanzien van deze vier verschillende onderwerpen vereist is. Dus vandaar ook dat gezocht is naar die clustervorming, zoals ook in de nota staat omschreven. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dat op een zeer constructieve wijze plaatsvindt en dat je dus ook zo op deze manier in de gemeenschappelijkheid die de kennis deelt, die verschillende instanties hebben. En daarmee bedoel ik ook zeer beslist op het waterschap. Dus wij hebben als college, laat ik het zo maar formuleren, alle vertrouwen in dat in die clustering we toch deze specifieke kennis die op verschillende plekken aanwezig is, dat we die weten te bundelen en waarvan dan ieder voor zich weer op zijn manier van kan profiteren. Dan waren er, dacht ik, nog wat. Mevrouw Schipper had nog wat vragen over mensen die in het buitengebied, die nog niet aangesloten zijn. Ik ga ervan uit dat de mensen in de eerste ronde gezegd hebben, ja, gaan we niet doen. Heel veel mensen hebben toen gezegd, gaan we wel doen. En we zullen kijken hoe de mensen die nu, zeg maar, nu nog niet aangesloten zijn, of we daar toch op de een of andere manier nog een oplossing voor zouden kunnen bedenken. Dat is, denk ik, voor wat betreft richting mevrouw Schipper.
mevrouw Stierenborg, ja, die terecht dat u ook over de kwetsbaarheid en de scheiding van rioolwater en hemelwater. Even kijken. Dat waren, denk ik, op hoofdlijnen datgene wat ik heb meegeschreven. Ja, in de lasten werd ook nog even over gesproken. Maar in mijn beleving, ja, kunnen we dat nu gaan herhalen. Maar ik denk dat het afgelopen week dinsdag ook nog aan de orde is geweest. En dat wij niet gaan vervangen wat niet nodig is. Of dat we eventueel, en dat staat ook in de nota beschreven, wanneer we het kunnen volstaan, met een adequate volstaan, wel te begrijpen. Door bijvoorbeeld te relinen, wat ook meer en meer gebeurt, dan zullen we dat zeker niet laten. Maar ja, de investeringen die zijn voor hoofdzaak vervangingsinvesteringen. Daar lopen wij, ja, de wijken, dat weten we allemaal. Die zijn ongeveer zo'n 50 richting 60 jaar oud. Ja, en dan komt vroeg of laat de riolering toch eens een keer om de hoek kijken. En vandaar ook dat investeringsprogramma zoals hier in de nota is bijgevoegd. Ik denk dat ik op hoofdlijnen hiermee datgene heb beantwoord wat door verschillende mensen is gevraagd, voorzitter. Ja, dank u wel, wethouder Borgesius. U refereerde even aan afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag is er voor de raadsleden een technische, in dit geval digitale, inloop geweest, waarbij raadsleden de gelegenheid hadden om hele gedetailleerde technische vragen over dit stuk te beantwoorden. En daar verwijst de heer Borgesius naar. Ik kijk even in tweede termijn of er behoefte is om nog aanvullende vragen te stellen of opmerkingen te maken. Kijk even of mevrouw Sterenborg en mevrouw Schipper. En dan in die volgorde, mevrouw Sterenborg, u als eerste en daarna mevrouw Schipper, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn specifieke vraag was eigenlijk of de gemeente ook van plan is om wat voorlichting te geven, zodat het water zuiverder als het ware in het riool terechtkomt. Dus ik had het over de chemische middelen, medicijnresten en ook het afkoppelen eventueel van hemelwater. Ja. Ja, de vraag is er een communicatieplan om het kwaliteit te verbeteren, zodat er minder werk voor de gemeente overblijft? We gaan het zo nog even aan de wethouder vragen. Ja, dank u wel, mevrouw Sterenborg. Mevrouw Schipper, gaat uw gang. Ja, ik had er toch nog wel een vraag over, op het antwoord van de wethouder. Het feit van, ik heb gevraagd of er misschien ook nieuwe bewoners zijn gekomen en of het dan opnieuw wordt aangeboden, zoals het in het verleden ook ooit is aangeboden. En de vraag over de kosten, want u zegt van nou, we gaan daar wel met de bewoners kijken wat we daar kunnen doen, maar toentertijd hebben ze de mogelijkheden gehad om dat ze er gratis voor kunnen worden aangesloten. En hoe gaat het dan nu? Hebben ze daarna, hoe lang is het er al, een jaar of 10, 15, nu wel weer, ook weer de mogelijkheid om wat ze toen niet wilden, om het nu dan wel alsnog te willen? En of moeten ze nou, toen is er gezegd dat er dan, dat extra kosten zouden zijn. En ik ben wel benieuwd of dat nu dan nog zo is. Of dat het dan de kosten voor de gemeente zijn. We gaan daar meneer Borgesius zo nog even over horen. Ik heb hem horen vertellen dat hij voornemens is om maatwerk te gaan leveren. Maar we gaan het hem zo nog even vragen. Meneer Borgesius, kunt u op die twee aspecten, de niet aangesloten huishoudens in het buitengebied en het communicatieplan over het te lozen afvalwater, kunt u daar nog even op ingaan? Jazeker. Wij zullen, en dat zal ongetwijfeld ook de komende tijd, waar mevrouw Stierenborg over sprak, onderwerp van gesprek worden. En we zullen daar ook op een duidelijke manier over naar buiten treden. En dan in gezamenlijkheid vanzelfspreken. Van dat met name, en ook terecht dat mevrouw Stierenborg erop wees, een toename van met name medicijnresten in het afvalwater is voor de waterzuivering is dat gewoon een probleem. Dus ik ben ervan overtuigd dat we daar in het cluster aandacht aan zullen gaan besteden en ook eens duidelijk over naar buiten zullen gaan treden. En ik zal daar ook specifiek op gaan letten dat we dat in onze communicatietraject, die we zeg maar tot onze beschikking hebben, dat we die daarin meenemen.
Ja, voor wat mevrouw Schipper betreft, kijk, wanneer het dezelfde bewoners betreft in de oude situatie en toegezegd dat gaan we niet doen en nu op een of andere manier wel zullen gaan moeten doen, ja, dan vrees ik toch dat de desbetreffende bewoners voor die kosten gaan opdraaien. Voor wat betreft nieuwe bewoners en ze gaan in dat gebied gaan wonen waar geen rioleringaansluiting is, kunnen ze zich vanzelfsprekend met de gemeente in de verbinding stellen en vragen van hoe zit het nu in de toekomst? Maar onze voorzitter noemde dat ook nogal. Maar dan zullen we kijken, denk ik, of we daar wel of geen maatwerk kunnen leveren. Maar om nu maar gelijk te zeggen dat ze ook gratis worden aangesloten, dat ga ik beslist op dit moment niet doen. Dit punt is er dus nog nadere uitwerking. Als daar aanleiding toe is, dan zult u, meneer Borgesius, ongetwijfeld de gemeenteraad daarin in meenemen. Ja. Ik kijk even of dat voldoende is, neem ik aan. Ik zie mevrouw Schipper en mevrouw Sterenborg beide knikken. Dan zou ik graag dit punt ter besluitvorming aan u willen voorleggen. Ik kijk even of u daarover apart wilt stemmen. Als dat niet het geval is, dan stel ik vast dat de gemeenteraad van Stadskanaal unaniem instemt met het water- en rioleringsplan voor de komende 4 jaar bij Hamerslag. En dan hebben wij nog één agendapunt over van onze reguliere agenda. Ik zou u willen voorstellen die even af te maken en dan nog een korte schorsing in te lassen. En dan kunnen we daarna de beide moties vreemd aan de orde bespreken. Het agendapunt 17 gaat over de verordening kinderopvang op sociale en of medische indicatie voor onze gemeente. Stadskanaal die kent een mogelijkheid om kinderopvang te betalen. Dat is een vangnetregeling voor mensen die in een tijdelijke sociale of medische noodsituatie terechtkomen. En die verordening die wordt nu aangepast omdat de gemeente de ruimte wil hebben om ook eisen te kunnen stellen aan de duur van de kinderopvang en ook de ouders om een bepaalde inspanning te kunnen vragen om de situatie waarin zij zijn terechtgekomen te verbeteren. Ik kijk even wie ik hier over het woord mag geven. Dat is de heer Mellies. En dan ga ik naar mijn volgende pagina. Zie ik daar nog, dat is de heer Biesen. En de heer Klinkhamer. En mevrouw Luiken. En dan moet ik even mijn briefje erbij pakken, meneer Van der Heijden. Dan ga ik als eerste de heer Mellies van Lokaal Betrokken het woord geven. En daarna de heer Klinkhamer. Gaat uw gang, meneer Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Lokaal Betrokken is blij met deze vangnetregeling. Die aan gezinnen dus door bepaalde medische of sociale omstandigheden niet aan aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, deze toch financieel te ondersteunen. Dat vinden we een goede zaak. De afgelopen jaren is het geraamde budget voor de uitvoering van de SMI, waarbij de SMI dan slaat op sociale en of medische indicatie, behoorlijk overschreden, zo lezen we in het raadsvoorstel, ook over dit jaar. Er was €40.000, lezen we, geraamd, maar wordt met €80.000 overschreden. Zo lezen we in de najaarsnota 2020. Toch denkt het college met de nieuwe verordening de komende jaren uit te komen met €40.000 per jaar. We vragen ons dan toch af of hierdoor geen gezinnen tussen wal en schip komen te vallen. Waar we benieuwd naar zijn, voorzitter, is dat we weten dat er jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 miljoen in het gemeentefonds wordt gestort voor deze regeling. Waarbij dan de gemeenten een volledige beleidsvrijheid hebben om er zelf invulling aan te geven aan de regeling. We zijn toch wel benieuwd hoeveel van dit bedrag ons toekomt specifiek. Om toch te kijken van hey, hoe geven wij nou meer of minder uit dan dit bedrag. Voor het overige willen wij nog hier bij de participatieraad bedanken voor een overwegend positief advies over de beleidsregels. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Mellies. Dan heeft de heer Klinkhamer het woord namens de Partij van de Arbeid en daarna de heer Van der Heijden. Meneer Klinkhamer, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ruim 1,5 week geleden ben ik eens even begonnen dit stuk te lezen.
En ik denk, nou, op zich wel een heel goed stuk. Goede invulling van de participatieraad. Goede bijdrage hierin. Aantal suggesties heb ik nog wel. Tot op de dag van vandaag. Dan denk ik van, ja, wacht eens even. Er wordt een vaststelling gevraagd over een kinderopvang. Terwijl de kinderopvang gesloten is tot 18 januari. En dan heb je te maken met kwetsbare kinderen. Die eigenlijk in een kinderopvang horen. En waar ook gebruik van gemaakt is van deze financiële ondersteuning door ouders. Maar ze kunnen niet naar de kinderopvang. Dus je krijgt een beetje een probleem die zich verschuift. Het verschuift zich niet zozeer dat die kinderen nu opgevangen worden. Maar de kinderen blijven thuis. En dan is de vraag van... Mijn zorg is, van is er wel voldoende zicht op deze kinderen, op deze groep kinderen, die nu niet naar buiten komen omdat de kinderopvang vanwege corona dicht is. En hoe krijgt u deze gezinnen weer in beeld? Want het zijn kwetsbare kinderen waar we het over hebben. En als ik even artikel 1 lees, dan zou een kinderopvang de enige mogelijkheid kunnen zijn om de beperking of belemmering van het kind op te heffen. Maar goed, ze komen niet meer in de kinderopvang. Dus dat is mijn grootste zorg. Wat zat je daar nou tegenover? Dan zou je kunnen zeggen, van, goh, dan gaan we, als die kinderen thuis zijn, meer het netwerk verstevigen. En daar hoor ik eigenlijk wat weinig over terug. Ik hoor wel over een informele omgeving, dus met familie. Maar ik zou het nog wat steviger neerzetten. We gaan dan in, als zolang die kinderen thuis zijn. En het is tot 18 januari, maar het kan ook tot 18 april, 18 mei, dat weten we niet. Om die netwerk te verstevigen en met netwerken overleggen. Zodat er ook nog wat zicht is op de thuissituatie en op de kwetsbaarheden van deze kinderen. En eventueel zou je daar ook nog een netwerkvergoeding bij kunnen doen. Die is goedkoper, denk ik, dan de vergoeding die er nu voor staat. Dus op zich is het stuk prima. Maar het heeft mij nog wel een keerzijde. Dat is de huidige situatie vanuit de coronatijd. En die wil ik toch graag weten of de wethouder deze zorgen deelt. En wat hij daarmee gaat doen. Ja. Ik ben benieuwd naar hoe de actualiteit van vanavond zich verhoudt tot de belangen die deze verordening wil behartigen. We gaan daar zo wethouder Verschuren over horen. Dank u wel, meneer Klinkhamer, de heer Van der Heijden namens de ChristenUnie en mevrouw Luiken daarna. Meneer Van der Heijden, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Deze nieuwe verordening die vraagt specifiek de aandacht voor twee punten. De ChristenUnie vindt het ook belangrijk om de financiën te gebruiken waar de verordening ook voor bedoeld is. Namelijk een tijdelijke ondersteuning. En twee, ook om meer te sturen op hernieuwde participatie in de samenleving. We bedanken de participatieraad ook voor de inbreng en begrijpen ook dat niet alle adviezen worden overgenomen door het college. Het is goed dat de pleegkinderen nu ook worden genoemd, al is daar terecht ook de opmerking bijgeplaatst over de kinderbijslag. We hebben twee vragen. Kunt u bij punt 9... waar het gaat over ongelijke behandeling, hè, dat noemt u als een gevaar. Kunt u daar ook nader uitleg geven waarom u dit advies niet overneemt? Dat is voor ons niet helemaal duidelijk. En de tweede vraag die we hebben gaat over het informeren. U hebt het over de gemeentelijke website en de publieksfolder. Maar we lezen ook dat het over 15 gezinnen gaat in Stadskanaal. Ja, we mogen er toch ook vanuit gaan dat die benaderd worden en persoonlijk geïnformeerd worden. Dat is ook een vraag. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Van der Heijden. Mevrouw Luiken heeft het woord en daarna de heer Bies. Mevrouw Luiken namens de SP, gaat uw gang. Ja, SP is natuurlijk blij dat er in ieder geval nog een SMI-regeling overblijft. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Mellies. Hè. Er gaan geen kinderen tussen wal en schip vallen, want het is natuurlijk toch gewoon een bezuiniging. Dan heb ik nog een vraagje. Er staat op pagina 2, eind pagina 1, begin pagina 2 iets over de statistieken van 2019. En het blijkt dan dat er gezinnen zijn die kinderen van een leeftijd 0 tot en met zeg maar 4, lagere schoolleeftijd, in de speciale SMI-regeling. Nou, daar is de regeling niet voor bedoeld, hè, want het is een tijdelijke regeling. Wat gaat er dan met dit soort gezinnen gebeuren? Wat gaat u doen met gezinnen die dus gewoon blijvend ellende hebben? En
Ja, ik ben net als de heer Mellies wel nieuwsgierig hoe die bezuiniging gaat vallen. We gaan het zo horen, mevrouw Luiken. Dank u wel voor uw bijdrage. En dan de heer Biezen namens gemeentebelangen. Meneer Biezen, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Er was een wettelijke regeling die bestaat niet meer nadat wij dit besluit gaan nemen. Dat betekent wel dat de gemeente vrij is om zelf deze SMI-regeling voort te zetten. En daar zijn wij voorstander van om dat te gaan doen. U geeft ook aan dat u meer grip wilt krijgen op de gang van zaken binnen deze regeling. Het blijkt ook wel, hè, de afgelopen jaren hebben we van 2015 tot en met 2017 20.000 euro geraamd. En in 2017 ontstond al een flinke overschrijding van 28.000. In 2018 ging het budget naar een ton. Overschreden we, al moesten we met 52.000 euro verhogen. En in 2019 werd het nog eens een keer verhoogd naar 120.000 euro. Dat zegt ons volgens ons wel iets over de sturing. Dat zegt u zelf ook. Er werd te weinig aandacht besteed aan het gegeven dat het door de ouders zelf moest worden gewerkt. En er waren geen eisen van de ondersteuning qua duur. Wij danken ook de participatieraad voor haar goede advies. Voor wat betreft 2020 blijkt dus inderdaad dat wij met 80.000 euro gaan overschrijden. En wij hebben ook dezelfde vraag als de heer Mellies. Gaan er geen cliënten, CQ-ouders, tussen de wal of het wal of de wal en het schip vallen? Ja, de wal en het schip. Dank u. We gaan zo meneer Biezen vragen aan de wethouder of hij van wal wil steken. Dan zijn we daar uit. Wethouder Hamster, heeft u vragen, antwoord op de vragen en de zorgen door raadsleden verwoord? De belangrijkste zorg is dat er kinderen tussen wal en schip, dat probeer ik heel bij de hand weer alternatieven op te verzinnen, maar laten we het gewoon maar serieus bij die vraag houden. Deze regeling is een vangnetregeling. Dit is een laatste resort, laatste middel als alle andere regelingen die we ook hebben niet meer passend zijn. Als er op geen enkele andere wijze mogelijkheden is om kinderen een veilige plek te geven, een veilige opvang te geven. Nu is dat voor heel veel ouders goed geregeld, maar voor een paar uitzonderingsgroepen niet. En daar is deze regeling voor bedoeld. Wat we zagen is dat de regeling ook gebruikt werd als gewoon een soort jeugdhulpindicatie. Van, we weten er even niks mee, laten we het maar inderdaad gewoon als een hulpproduct inzetten. Wij denken dat in principe door van de juiste regelingen, dat zijn vaak goedkope regelingen, gebruik te maken. Die worden bijvoorbeeld door de belastingdiensten gedeeltelijk vergoed of bijvoorbeeld via de toeslagen of op andere wijze. Dat de kosten omlaag zullen gaan. En dus dat kinderen nog steeds gebruik kunnen maken van de opvang, maar langs de juiste weg. En als er andere hulp nodig is, wordt dat ook gewoon gegeven. Dus nee, in onze beleving gaan er geen kinderen tussen wal en schip vallen. Het wordt echt weer een regeling die gebruikt kan worden als er op geen enkele andere wijze wat te organiseren is. De bedoeling is wel dat het een overbrugging is en een tijdelijke regeling is. Ja, er kunnen gevallen zijn, dat zal heel miniem zijn, dat kinderen er nog steeds van 0 tot 4 gebruik van moeten maken. Maar we hopen echt dat na 3 maanden, want dat is de termijn die we gesteld hebben, dat er een verbetering mogelijk is, dat er een netwerkplek is, dat er via de reguliere wegen opvang georganiseerd kan worden. En niet meer standaard zonder enige controle na 4 jaar. Als je het dan hebt over ongelijke behandeling, ja, we willen graag die toetsmomenten blijven houden. Als ouders wellicht werk hebben gevonden, waardoor ze recht krijgen op kinderopvang in de periode ertussen. En we zouden dat niet toetsen, zou het kunnen betekenen dat kinderen die er ook gebruik van hadden kunnen maken, dat niet doen. Terwijl kinderen die nog steeds in blijven zitten, omdat ze niet goed controleren. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg uitleg. Voorzitter? Wordt geïnterrumpeerd door de heer Mellies, meneer Hamster. Meneer Mellies, gaat uw gang. Ja, even kort hierop inhakend. Hè. Nou wilde het college middels deze verordening de duur van die vangnetregeling inkorten. Maar ik vind het zo moeilijk inschatten van hoe kun je nou die duur verkorten als die mensen geen andere optie hebben. Hè. Ik bedoel, dan praat je weer, ga je weer richting een soort van open eindregeling. Van je kunt die mensen toch niet weigeren. Ja, dan maar weer voor een volgende periode de opvang regelen. Kijk, dan ga je al gauw weer een budget overschrijden. Dus ik vraag me net af, hoe wil je dat nou bewerkstelligen?
Nee, voor mensen van wie we verwachten dat de situatie langer gaat duren, gaan we echt op zoek naar een maatwerkoplossing. En deze regeling is daarvoor niet geëigend als instrument. En voor sommige mensen in deze categorie vallen, bijvoorbeeld mensen in de detentie en met WLZ en in Wajong-indicatie, wordt het kinderopvangtoeslagrecht uitgebreid. Daarvoor ligt op dit moment een wetsvoorstel in de Kamer. Daarmee een lacune die er mogelijk zou zijn, wordt dan ook op rijksniveau weer opgelost. Mensen gaan hier tussen wel een schip belanden. Want als het nodig is, kijken we gewoon welke voorliggende of maatwerkvoorzieningen er nodig zijn om het gezin te helpen. En daar hebben we heel veel al van ingekocht of paraat. En die vaak goedkoper of beter zijn dan dit. En mensen die onder de huidige regeling vallen, dat is ook een vraag. Die hoeven pas bij een herindicatie onder de nieuwe verordening te vallen. En uiteraard krijgen ze daarover informatie voor het geval het over hen gaat. De huidige indicatie blijft lopen tot het aflopen van de indicatiestelling. En mochten situaties veranderen, dan krijgen mensen dat uiteraard persoonlijk te horen. Dan wellicht op zich een heel belangrijk punt natuurlijk, dat we deze mensen niet uit beeld moeten raken. Deze kinderen zeker niet. Deze kinderen in kwetsbare situaties. Daar wijst de heer Klinkhamer op. Volgens mij heeft de premier het vanavond expliciet nog genoemd dat er twee uitzonderingen zijn voor het sluiten van de kinderopvang en de scholen. Dat is allereerst de kinderen van ouders in cruciale beroepen. Die krijgen nog steeds het recht om opgevangen te worden op de opvanglocatie of op scholen. En heel expliciet de kinderen in kwetsbare situaties. En daar hoort deze doelgroep zeker bij. Dus deze kinderen mogen gewoon naar de kinderopvang blijven gaan. Wij hebben in Stadskanaal ook een functionaris aangewezen in de eerste golf die het contact met de scholen en de kinderopvang onderhield om zeker te stellen dat als ouders zich melden dat er kinderen opgevangen moesten worden of als organisaties melden dat er kinderen een plekje moesten krijgen, dat gebeurde. Dus alle kinderen voor wie dat nodig bleek in de eerste golf is dat ook gebeurd. En dat gaan we gewoon weer opnieuw opstarten. We wachten even het VNG-advies morgen af. Maar waarschijnlijk gaan we gewoon dezelfde voet weer door. Zoals we dat ook in de eerste golf deden. Zodat alle kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen een plekje zullen gaan krijgen. U wordt geïnterrumpeerd door de heer Klinkhamer. Meneer Hansen, meneer Klinkhamer. Ja, gaat u gang. Ik heb u gezien, meneer Ik ben blij dat de voet... Wat zegt u? Gaat u gang, meneer Klinkhamer. Oh, ja. Ik ben blij dat de voorzitter dit nog even weer herhaalt, wat de premier vanavond ook weer benoemd heeft. Want ik denk dat het heel belangrijk is om dat goed ook in onze gemeente te laten kenbaar maken, dat dit mogelijk is. En dat er, want alles wordt geïnterpreteerd momenteel van het is ja of het is nee. En let het duidelijk zijn, kwetsbare kinderen, en dan vangt het hele probleem zich op. Die horen niet tussen wal en schip te vallen. En goed dat u me dan even weer verwoordt dat ook hier opvang voor is. Dat er gewoon voor onze gemeente, voor de luisteraars duidelijk zijn. Ja. Dank u wel, voorzitter. Meneer Klinkhamer, uw internetverbinding is niet zo heel stabiel. Dus u komt hier en daar een beetje hakkelend over. Maar u bent blij met het herhalen van het feit dat kwetsbare kinderen wel degelijk recht houden op kinderopvang. Zoals de heer Hamster zojuist de premier heeft herhaald. Meneer Hamster, kijk even of u aan voldoende ruimte heeft gehad om de vragen te beantwoorden, meneer Hamster. Ik zat net mijn lijstje te checken terwijl de heer Klinkhamer deze belangrijke boodschap nog eens herhaalde en volgens mij was ik er doorheen. U bent er doorheen, dat is prima. Dan zijn wij volgens mij goed door de eerste termijn heen gekomen. Voorzitter. Mevrouw Luiken, ik check even mevrouw Luiken. Meneer Mellies, ik check even in de tweede termijn. Verder nog in de tweede termijn? Nee, dat is het. Mevrouw Luiken als eerste namens de SP en daarna de heer Mellies. Gaat u gaan, mevrouw Luiken. Ik ben blij verrast met het antwoord van de portefeuillehouder. En we gaan kijken hoe het gaat lopen. Maar tot zover bedankt in ieder geval. Heel goed. Meneer Mellies namens lokaal betrokken. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had ook een opmerking gemaakt over de storting van 28 miljoen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor deze regeling en het gemeentefonds. Komen wij uit met het gedeelte wat wij krijgen vanuit dit fonds voor deze regeling. Dank u wel.
Ja, ik vraag nog even aan de heer Hamster of hij die berekening even vlug heeft kunnen maken of dat hij daar u later over zal moeten berichten. Meneer Hamster, gaat uw gang. Nou, ik hoop ermee weg te komen met de opmerking dat het heel lastig is om een storting van een ministerie in de algemene uitkering van een totaalbedrag terug te leiden tot het bedrag voor een lokale gemeente. Dat is inderdaad een macrobedrag, dat komt in die hele grote miljardenpot. En met de tig maatstaven wordt dan vanuit die hele grote pot bepaald wat iedere gemeente krijgt. Dus het is erg lastig om die 28 miljoen naar een concreet bedrag in Stadskanaal terug te rekenen. Dat is van al die maatstaven afhankelijk en van heel veel zaken. Die kunnen wij niet op onze rekening terugvinden van de spotje 136, die is bedoeld voor de sociaal-medische integratie. Vroeger heeft de heer Van der Belt, dat was een raadslid aan het begin van deze eeuw nog, mij de vuistregel geleerd van dat iedere bedrag dat door de Rijksoverheid gestort wordt, als je dat ongeveer door 500 deelt, kom je op het bedrag dat ongeveer voor de gemeente Stadskanaal bedoeld is. Uiteraard is dat met heel veel slagen onder arm. Maar zou je dat met dit het klopt over het algemeen wel redelijk trouwens. Zou je dat met dit bedrag doen, dan zou je ongeveer op 56.000 euro uitkomen. Maar wat ik zeg, dat is echt voor de vuist weg. Erg lastig verder scherp te bepalen. Een indicatieve aanwijzing als variant op de houtskoolschets heeft meneer Mellies met deze inmiddels jaren oude vuistregels. Meneer Mellies, gaat u dit helpen? Nou ja, ik was al een beetje bang voor dit antwoord. Maar ja, goed, dat alles op één grote hoop gegooid wordt, dat het moeilijk te achterhalen is wat nou precies waarvoor bedoeld is, dat is bekend volgens mij bij ons. Dus ik wou het hier maar belaten, voorzitter. Goed zo. Dank u wel hiervoor. Dan denk ik dat wij aan het eind zijn gekomen aan de beraadslaging over deze verordening. En dan kijk ik even of de behoefte bestaat om hier expliciet een stemming over te houden. Dat lijkt mij niet. Dan geef ik de verordening, dan geef ik u in overweging deze verordening te accorderen, wat u denk ik raadsbreed gaat doen. En ik ben de hamerslag bevestigd. Dan zijn wij inmiddels dan 9:50 gekomen. Dan stel ik u voor om tot 10:00 te schorsen, zodat u nog even kunt doen wat u moet doen. En we dan als slotstuk van onze vergadering 2 moties vreemd aan de orde kunnen behandelen. Ik schors de vergadering tot 10:00.
Meneer, ik heropen de vergadering. We zijn aan het eind van de agenda van onze raadsvergadering gekomen. Waar het niet dat er een tweetal fracties zijn die een motie vreemd aan de orde hebben ingediend. Althans, die hebben aangekondigd. Dat zijn de dames van Ham en mevrouw Schipper. Ik zou graag met mevrouw Ham willen beginnen namens de Socialistische Partij. Mevrouw Ham, het zou fijn zijn als u de motie voorleest, zodat wij allemaal weten waar het over gaat. Dan krijgt u de gelegenheid eventueel die motie nog kort toe te lichten, waarna de overige leden van de raad de ruimte hebben om er opmerkingen over te maken of vragen te stellen. Mevrouw Ham, gaat uw gang. Ja, nou, dan begin ik met het voorlezen van de motie. Motie vreemd in de orde. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 14 december 2020... overwegende dat het besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden BGB in maart 2016 is gewijzigd, zodat het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw niet meer is toegestaan vanaf 1 april 2016 op verharde oppervlakken en vanaf 1 november 2017 op alle oppervlakken, dat het gerechtshof in Den Haag bij arrest van 24 november 2020 voor recht heeft verklaard dat het koninklijk besluit van 9 maart 2016, waarmee dit verbod in het BGB is opgenomen, geen wettelijke grondslag heeft en onverbindend is. Constaterend dat hierdoor voor gemeenten wellicht mogelijk wordt om bijvoorbeeld bij onkruidbestrijding weer pesticiden te gaan gebruiken. Overwegende dat het gebruik van pesticiden slecht is voor de menselijke gezondheid en de natuur en het milieu ernstige schade toebrengt, draagt het college op om bijvoorbeeld bij de bestrijding van onkruid geen pesticiden meer te gebruiken, maar dit op de manier te doen die zo min mogelijk schade toebrengt aan mens en milieu. En deze wordt ingediend door de SP en mede ingediend door de PvdA. Dank u wel, mevrouw Ham. Ik constateer dat deze motie voldoende is ondersteund om onderdeel uit te maken van onze beraadslaging. En dat betekent dat ik deze motie nu graag ter beraadslaging in de gemeenteraad leg. En kijk even wie hierover het woord wil voeren. Dat is de heer Maarsing. Mellies. De heer Mellies. Judith. Ik kijk even verder op meneer Biezen. Hofstra. De heer Hofstra als mede-indiener. Anderen nog? Nee, als dat het geval is, dan zou ik de heer Hofstra als mede-indiener graag het woord willen geven. En de heer Maarsing daarna. Gaat uw gang, meneer Hofstra, namens de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een oproep vanuit onze fractie aan het college en onze collega-raadsfracties om deze motie vooral te steunen. Zoals het arrest zegt, is het Hof niet inhoudelijk ingegaan op het gebruik van pesticiden aan zich, maar heeft het Hof gezegd een algemeen verbod voor elk gebied van Nederland, dat mag niet. Nou, volgens mij is deze motie een goede manier om in elk geval voor gebruik door onze eigen gemeentelijke organisatie te zeggen en te beloven eigenlijk dat wij dat niet weer opnieuw in gaan voeren. We zijn gebaat bij een schoon milieu, schone bodem, schoon oppervlaktewater. Sommige pesticiden, daarvan is het gebruik weliswaar toegestaan, maar wat dat op langere termijn en in combinatie met elkaar doet, dat is volstrekt onduidelijk. En wat ons betreft moeten we daar dus niet weer aan beginnen. Pas niet meer in deze tijd. En dus ondersteunen wij van harte deze motie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Hofstra. De heer Maarsing heeft het woord en daarna de heer Mellies. Meneer Maarsing namens het CDA, gaat u gang. Ja, voorzitter, dit middel, nou, de teksten zijn voorgelezen. Alleen de naam van het middel is niet genoemd. En het gaat hier om het middel glyfosaat, een onkruidbestrijder. Beter bekend onder de naam Roundup. Wereldwijd wordt het verschrikkelijk veel gebruikt, dat middel. Ook in de voedselproductie, buiten Europa, behalve in Spanje. Maar Zuid- en Noord-Amerika, Afrika, Azië, Rusland, overal worden deze middelen in de voedselproductie gebruikt. En dat hebben wij gezegd, dat gaan wij niet doen in de Europese Unie. Maar we kunnen de producten die wij importeren niet verbieden vanwege de handelsakkoorden. Omdat nooit enkele schade is
aangetoond door welk wetenschappelijk onderzoek ook. Nou, waar het hier nou om gaat is dat de rechter het verbod van het gebruik in gemeenten op 26 november heeft doorgestreept. Dat betekent dus dat er geen enkele wettelijke grondslag en ook geen milieugrondslag, milieueffect is. Waarom? Want het gaat hier om een toegelaten middel. Ja, voorzitter. Dat wij dat mogen verbieden. Meneer Hofstra hier. Ja. Ik hoor u, meneer Hofstra, maar ik wilde even meneer Maarsing de gelegenheid geven om zijn zin af te maken. Ja. Dus als meneer Maarsing zijn zin afmaakt, dan gaat u daarna meneer Hofstra de vragen meneer Maarsing stellen. Nou, maar dan moeten we ook even precies zeggen wat er besloten is. Burgers mogen dit middel nergens gebruiken. Alleen professionele mensen, mannen of vrouwen, met gecertificeerde apparatuur, die vaak maar 10% van de dosering gebruiken, die mogen dat toepassen. Dus er is dank u wel, meneer Maarsing. Ik hoorde nu echt een punt. Dus ik ga even aan meneer Hofstra vragen om te interrumperen, maar ik hoorde ook nog een damesstem, die ik zo gauw even niet kon... Mevrouw Ham wellicht ook. Dan eerst meneer Hofstra en daarna mevrouw Ham. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Maarsing, u doet het nou net voorkomen alsof de rechter inhoudelijk erop in is gegaan en heeft gezegd dat er geen milieueffect is, geen schadelijk milieueffect is. Dat is niet zo, hè? Daar is de rechter niet op ingegaan. Bent u dat met mij eens? Meneer Maarsing? Dat ben ik met u eens, maar het gaat hier om een toegelaten middel waarbij de milieueffecten altijd worden getoetst. 15 jaar ongeveer achter elkaar. Dat is even anders dan met een vaccin. En dit middel is natuurlijk gewoon door de toetsing gekomen. Dit is een onschadelijk middel voor het milieu. En dan heb ik nog één zin. Meneer Maarsing. Ja, mijn zin is nog niet afgelopen. Nou, er zitten heel veel puntkomma's in uw zin. Dat maakt het als voor de toehoorders thuis zo lastig. Dus okay. u bent het met elkaar eens dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de inhoudelijke schadelijkheid, al dan niet. En nu ga ik aan mevrouw Ham vragen of zij ook nog een vraag of een opmerking heeft. Mevrouw Ham. Nou, over het punt dat meneer Maarsing klaarblijkelijk vindt dat dit middel niet schadelijk is, dan vind ik het wel vreemd dat het voor alle thuisgebruikers, alle burgers wel verboden is. Want waarom zou een rechter dat dan wel verbieden? Nou, dat kan ik u zeggen. Kijk, alle bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen zijn verboden te gebruiken door burgers die niet gecertificeerd CQ gediplomeerd zijn. En dat komt nou mooi uit dat u die vraag stelt, want de grootgrutters verkopen tonnen azijn. En de burgers gebruiken nu azijn. Nee, maar ik heb het niet over azijn. Daar heb ik het nu wel even over, want dat is een middel wat absoluut verboden is als onkruidbestrijdingsmiddel. En dat is het alternatief wat vandaag aan de dag door heel veel burgers wordt gebruikt. Goed zo. Even aan mevrouw Ham vragen of die voldoende helderheid geeft. Ik heb het over de verklaring van meneer Maarsing dat Roundup niet schadelijk is. Nou, dat is wetenschappelijk bewezen dat er nooit enkele schade is aangetoond door dit middel. Want dit middel wordt wereldwijd gebruikt, dan zou de hele voedselproductie zou dus bijna stil liggen in arme landen als je dit middel niet gebruikt. Het is de maker nooit van dit middel heeft miljoenen aan schadevergoeding moeten gebruiken aan verschillende mensen. Het is nooit bewezen. Kijkt u alle wetenschappelijke rapportages erover na. Want als het echt schadelijk was, zouden wij het absoluut nooit gebruiken. Azijn, dat is een schadelijk middel. Goed, we gaan hier vanavond denk ik niet uitkomen. De motie vreemd aan de orde, die roept de gemeente van Stadskanaal op om dit middel niet meer in te zetten. Dit maakt veel mensen, ja ik heb u gehoord, dit maakt bij veel mensen de stemmen los. Ik ben echter toe aan het hebben van de eerste termijn. Daar is meneer Maarsing aan het woord. Ik zie meneer Pals zijn hand en ik vraag me af of meneer Pals op meneer Maarsing wil reageren of dat hij ook een termijn wil. Hij wil op meneer Maarsing reageren. Mijn vraag aan meneer Maarsing is, ik bedoel, wie kan nou tegen deze motie zijn? Maar goed, daar even in de eerste plaats. En mijn tweede plaats, kunnen we van meneer Maarsing dan ook nog eens een motie verwachten tegen het gebruik van azijn? Meneer Maarsing. Nou goed, kijk... Niemand is verplicht
om dit middel te gebruiken. Je kunt kiezen voor alles op je knieën te bieden of dit middel professioneel laten toepassen. Dat is een keuze waar iedereen vrij in is. Wat het verbod op azijn betreft, er wordt niet gehandhaafd, maar als een professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen azijn zou gebruiken, is hij zijn certificaat kwijt. Het is absoluut verboden en het wordt maar gewoon gespoten in onze hele gemeente. Omdat burgers zoeken naar een alternatief. U schrikt daarvan, maar er is een absoluut verbod voor dat middel. Is het termijn, maar had ze geluid uit. Oké. Wij gaan maar nu... voor alle duidelijkheid, wij gaan niet mee met de motie. Dat begrijp ik. En ik denk dat we deze detaildiscussie over wat de meest gewenste en optimale gewasbestrijdingsmiddel is, desgewenst een andere keer moeten voeren. Ik krijg van onze griffier door dat ook de heer Klopstra graag een eerste termijn wil. Die zal ik aantekenen. De heer Maarsing heeft het woord gehad namens het CDA. Ik dank hem daarvoor. Ik zou de heer Mellies graag het woord willen geven. En daarna de heer Biezen. Meneer Mellies namens lokaal betrokken. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil niet azijn pissen. In principe stonden wij wel sympathiek tegenover deze motie om geen pesticiden te gebruiken. Echter, ik ben geen wetenschapper. Dus ik weet ook niet 100% in te schatten wat het effect is van het gebruik van pesticiden op verharde oppervlakten. Ik weet wel dat een hele hoop burgers in onze gemeente vinden dat we een onkruidprobleem hebben. Dus die zorg die deel ik met hun en daar moet ook aan gedaan worden. Ik vind het antwoord van de wethouder bij de rondvraag over dit onderwerp vind ik eigenlijk wel afdoend. Zij heeft toegezegd dat zij zo weinig mogelijk gebruik zou gaan maken van pesticiden. Dat ze open staat voor alternatieve middelen ter bestrijding van onkruid. Dus daar is het voor ons mee gedaan, voorzitter. Dus we ondersteunen deze motie niet. Dank u wel, meneer Mellies. De heer Biezen heeft het woord en daarna de heer Klopstra. De heer Biezen namens gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. De discussie vanuit de heer Maarsing over Roundup. Als ik dan even op internet kijk, dan zie ik heel andere geluiden dan de heer Maarsing weergeeft. Ik denk dat wij de pesticiden zoveel mogelijk uit de wereld moeten bannen. Het zijn chemische middelen die schadelijk kunnen zijn. Wij steunen de motie zoals die op dit moment voor ligt. Dank u. Dank u wel, meneer Biezen. En de heer Klopstra namens de VVD gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit mij aan bij de heer Mellies. Ik heb de wethouder ook gehoord en ik kan me niet voorstellen dat de wethouder te pas en te onpas allerlei pesticiden nu gaat inzetten. Maar eerlijk gezegd voelt het indienen van deze motie nu voor mij ook wel een beetje alsof de SP, alsof mevrouw Hamp toch wat twijfelt aan de bedoelingen van de wethouder. Dus daar hoor ik haar graag over. Dank u. Mevrouw Hamm, u wordt door de heer Klopstra op dit punt bevraagd. Heeft u behoefte om hierop te reageren? De wethouder gaf aan dat zij niet voornemens is om dit te gebruiken, maar dat ze het ook niet uitsluit. En wij zouden het gewoon graag uitsluiten. Dus dat heeft niks met het vertrouwen in de wethouder te maken, maar alles met wat er gezegd is. Heel helder op dit punt. Ik kijk even naar mevrouw Brongers. U heeft bij de rondvraag hier reeds stelling opgenomen. Heeft u naar aanleiding van deze discussie in eerste termijn nog behoefte om hier iets aanvullends op aan te geven? Nou, voorzitter, ik denk dat ik bij de rondvraag helder heb aangegeven wat onze insteek is. En ook naar de tekst kijkende in de motie. Waarin echt het gebruik van pesticiden wordt uitgesloten vanuit de SP en nog een aantal partijen. En dat ik op dit moment dat niet kan, maar ook niet wil reageren. We hebben totale belangenafwegingen te maken. En ik heb zeker aangegeven dat wij dat in ieder geval zo min mogelijk zullen doen. En dat wij ons beraden in de verdere zoektocht naar bestrijden van onkruid in onze gemeente. En dat is een waarde. Mevrouw Brongers, u wordt door de heer Hofstra geïnterrumpeerd, als ik het wel heb. Meneer Hofstra? Ja, dat klopt.
Mevrouw Brongers, ik ben even nieuwsgierig hoeveel de gemeente al heeft geïnvesteerd in machines voor het bestrijden van onkruid zonder gebruik te maken van pesticiden. Dat is vraag 1. Vraag 2 is, tot aan november was er gewoon een verbod van kracht. Ik neem aan dat de gemeente dat ook gewoon gehanteerd heeft. Waar komt nu uw moeite dan ineens vandaan om ineens een algemene belangenafweging te moeten doen? En vraag 3 is niet voor de wethouder bedoeld, maar dat is dat ik nog nieuwsgierig ben naar de mening van de fractie van de ChristenUnie. Ga eerst even de wethouder de gelegenheid geven om de termijn af te maken en uw vragen hierin mee te nemen, mevrouw Brongers. Ja, ten aanzien van de hoeveelheid kosten, dat antwoord moet ik op dit moment schuldig blijven als het gaat om het exacte aantal euro's. Ten aanzien van het moeten. Ik bedoel dat niet als moeten, maar wij hebben natuurlijk de uitspraak van de rechter ook gelezen. En zijn gewend om dit soort zaken en uitspraken op in meerderheid te beoordelen. En dan kijken wat dat voor ons betekent. En dat is wat nu aan de orde is. Voorzitter, dat was niet mijn vraag. Meneer Rosta, herhaalt u uw vraag? Dan krijgt mevrouw Pongers nog één keer de gelegenheid om daar haar eigen woorden op te kiezen. Mijn vraag was of er sinds de publicatie van het verbod door middel van koninklijk besluit en het opheffen van het verbod door het Hof, of wij ons gewoon aan dat verbod hebben gehouden als gemeente of niet. Mevrouw Pongers? De kennis die op dit moment bij mij daar, waar ik over beschik, is het antwoord. Wij hebben ons aan dat verbod gehouden omdat daar toen sprake van was. En wij hebben, ik kan mij herinneren dat ik ook in eerdere raadsvergadering wel heb gemeld dat het onkruidbestrijden ook een zoektocht toen al was met kijken naar welke nieuwe materialen er bijvoorbeeld voorhanden zijn. En daarop volgen dan ook de geluiden dat de werkelijke bestrijding hier en daar te wensen overlaat, omdat wij niet meer deze middelen mogen gebruiken. Helder. Ik wou deze discussie hier afsluiten. De heer Hofstra vroeg nog of de ChristenUnie-fractie behoefte heeft om in eerste termijn kenbaar te maken hoe zij tegen deze motie aankijkt. Is dat bij de ChristenUnie? Mevrouw Sterenborg, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was nieuwsgierig naar wat de wethouder van deze motie zou vinden. En uiteraard had ik bij de rondvraag daar al iets over gehoord. Wij kunnen ons aansluiten bij wat meneer Mellis en meneer Klopstra zeiden. Er zal alleen gespoten worden met pesticiden, zoals mevrouw Ham dat noemt, door mensen die daarvoor gecertificeerd zijn. Dus het zal niet te pas en te onpas gebruikt worden. Daar ben ik van overtuigd. Afgezien daarvan, ik heb natuurlijk in het vorige agendapunt ook benoemd dat we zo weinig mogelijk pesticiden, chemische middelen, in het oppervlaktewater moeten hebben, in het riool. Dus daar pleit zo'n motie eventueel wel voor, maar ik wil niet de wethouder in een moeilijk pakket brengen hierover, omdat het soms de alternatieven misschien nog wel schadelijker zijn. Dus vandaar dat wij waarschijnlijk tegen de motie zullen stemmen. Dank u wel, mevrouw Sterenborg. Hiermee heeft de heer Hofstra antwoord op zijn vraag. Ik kijk even of er nog meer te zeggen valt over deze motie. Voorzitter. Ik kijk even mevrouw Ham, denk ik, te horen. Ja, ik hoor net zeggen van we willen de wethouder niet een onmogelijk moeilijk pakket brengen. Maar we hebben het de afgelopen paar jaar niet anders gedaan. Dus ik denk dat er al heel veel middelen inmiddels beschikbaar zijn. Laten we daar vooral op voortborduren. U zet uw pleidooi met deze opmerking nog extra aan. Ja, voorzitter. Meneer Hofstra. Ja, dat, ik wil het nog graag kwijt dat ik in het bijzonder opstelling van de ChristenUnie dat ik die teleurstellend vind. Mevrouw Sterenborg die verwees er zelf al naar dat zij in het vorige agendapunt een groot punt heeft gemaakt ook juist van het voorlichting geven aan onze eigen burgers. Ja, wat voor voorbeeld stellen wij en wat voor positie kunnen wij in de voorlichting nog geven als gemeente als wij zelf pesticiden blijven gebruiken bij onze onkruidbestrijding? Ik wil graag van mevrouw Sterenborg weten hoe zij dat voor zich ziet. Mevrouw Sterenborg, heeft u behoefte om hierop te reageren? U noemt pesticiden, maar het zijn natuurlijk niet altijd hele schadelijke middelen.
Het wordt in hele kleine hoeveelheden gebruikt, dat weet u ook. Dus wat ik probeer te zeggen is dat je moet goed kijken welke middelen je gebruikt. De heer Maasing noemde Roundup bijvoorbeeld. Nou, ik wil graag dat de wethouder daar wel naar kijkt, uiteraard. Dat ze zo weinig mogelijk indien mogelijk deze middelen gaat gebruiken. En die toezegging heeft zij ook gedaan in mijn beleving. Het alternatief is bijvoorbeeld heet water. Daar zijn ook kosten aan verbonden. Daar moet je ook naar kijken hoe dat gaat. Dat is uiteraard milieuvriendelijk. Daar ben ik helemaal met u eens. En ik zie heel graag dat de wethouder daar ook verder op ingaat. Maar je zou ook kunnen denken aan... je hebt natuurlijk daar ook andere... brandstof voor nodig en dat soort dingen. We hadden zo pas ook al de discussie over bladblazers. Ja, over brandstof en dat soort dingen. Ik ga ervan uit... En ik hoop dat mevrouw Brongers dat bevestigen kan, dat ze daar zorgvuldig naar kijkt. Dat ze kijkt, dat ze weet wat ze gebruikt en weet waarom ze het gebruikt. En dat ze overwogen heeft waarom wel of waarom niet. Mevrouw Brongers heeft eerder al aangegeven dat ze behoefte heeft om die brede afweging te kunnen maken. Dus ik kijk of, even of mevrouw Brongers nog behoefte heeft om hier nog meer over te zeggen. Mevrouw Brongers? Ja, voorzitter. Dan nog de kader zo. Als wij nu werken, nog eenmaal ter bevestiging. De insteek van onze werkwijze nu is dat wij, als het gaat om ons onderhoud, zo min mogelijk schade toebrengen aan mens en natuur. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Ik denk dat alle belangrijke delen van de discussie wel aan de orde zijn gekomen. Ik zou u deze motie graag ter besluitvorming willen voorleggen. Gezien de eerste termijn denk ik dat het goed is om hier een stemronde over te hebben, zodat heel goed inzichtelijk wordt wie van de gemeenteraad hiervoor en wie hier tegen is. Bent u het daarmee eens? Ja? Dan ga ik vragen wie deze motie steunt. Dus wie is er voor deze motie? En dan ga ik in fracties tellen. Dan zie ik dat de fractie is van de Socialistische Partij, van de Partij van de Arbeid, van gemeentebelangen, van D66. En daarmee heb ik volgens mij alle fracties gehad. Ja. En dan kijk ik naar wie is daar tegen. Dat zijn de fracties van lokaal betrokken, de VVD, de ChristenUnie, het CDA. En daarmee heb ik geloof ik alle fracties gehad. En dan is de uitslag van deze stemming... 10-13. Dat er 10 stemmen voor deze motie zijn uitgebracht en 13 daartegen, waarmee de motie is verworpen. Ga ik naar het volgende agendapunt. Dat is eveneens een motie vreemd aan de orde van de dag. En die is aangekondigd door mevrouw Schipper van de Partij van de Arbeid. En zij gaf aan dat ook andere deze motie steunen. Maar ik ga ervan uit, mevrouw Schipper, dat u deze motie gaat inbrengen. Mevrouw Schipper, namens de Partij van de Arbeid. Mevrouw Schipper, even uw geluid aanzetten. Dat helpt. Excuus. Ja. Nee, dank u wel, voorzitter. Dan ga ik maar beginnen met de motie voor te lezen. En inderdaad, hij wordt ondersteund door meerdere partijen. Goed, deze motie is de motie oproep verhoging minimumloon. De Raad van de Gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 14 december 2020, constateren dat Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep inwoners heeft die steeds verder achterop raken doordat al jarenlang inkomsten stagneren en lasten stijgen. Uitkering al jaren gestaag dalen conform kabinetsbeleid. Het minimumloon in Nederland veel lager is, 43,6%, dan de Europese norm van 60% van de mediane inkomsten. Honderdduizenden mensen in deze crisistijd ervoor zorgen dat onze samenleving grotendeels blijft functioneren, met alle risico's van dien, terwijl velen van hun de minimumloon à 9,40 bruto per uur verdienen. Steeds meer economen de voordelen zien van de verhoging van de minimumloon en de veel beperktere gevolgen hiervan voor de werkgelegenheid dan eerder verondersteld dat de daar nog gekopte uitkering en de AOW. Overwegende dat de mensen die nu tijdens de coronacrisis het land draaiende houden niet alleen applaus verdienen, maar ook een fatsoenlijke loon om van te kunnen rondkomen. Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Stadskanaal.
wij ons daarvoor inzetten met de middelen die we hebben, maar dat deze middelen beperkt zijn, terwijl de vraag naar ondersteuning groeit. Wij voor het verhogen van het minimumloon afhankelijk zijn van het landelijk beleid, dringt bij de landelijke regering en in het bijzonder van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan op een verhoging van het minimumloon naar op termijn 14 euro per uur. En besluit deze motie in afschrift aan de Kamer, Tweede Kamer te sturen. Ingediend door de fractie van de Partij van Arbeid, de fractie van de SP en de fractie van gemeentebelangen en fractie Mennis. Dank u wel, voorzitter. En zou ik hem nog willen toelichten? Mm-hmm, zeker. Deze motie spreekt eigenlijk voor zich. We merken dat het verschil in ons land steeds groter wordt en dat het aantal mensen dat een minimumloon krijgen steeds blijft stijgen. En dat de rijken zelfs in deze coronatijd hun vermogen bijna hebben verdubbeld. Dat het aanzienlijk verschil is, dat het steeds groter wordt. En dat we dus eigenlijk zoeken naar draagvlak om bij onze regering aan te kloppen. Om te zorgen van dat deze verschillen wat verkleind worden. Het gaat niet zozeer om het feit van dat we dus op Europees gebied, dat we dus misschien al op een goed gemiddelde staan. Maar het gaat om wat hou je over om je boterham te kopen. En daar pleiten wij voor met deze motie om toch draagvlak te creëren naar onze regering toe. Om te zorgen dat dit probleem een klein beetje minder gaat worden voor heel veel mensen en ook heel veel burgers van onze gemeente. Dank u wel. Helder, mevrouw Schipper. En u sprak in uw eerste termijn over de fractie van de heer Mellies, maar die is mij bekend als de fractie van lokaal betrokken. Ik kom tot de conclusie dat deze motie voldoende is ondersteund om deel uit te maken van onze beraadslaging. En ik geef hem dan ook ter beraadslaging voor. Ik kijk even wie hier over het woord wil voeren. Even kijken hoor, dat is de heer Remmerts. Dat is de heer Pals. Meneer Mellies. Ik zie een hand en die staat zo mooi in beeld dat ik niet kan zien wie daarachter Tamsma, zit. Oh, dat is meneer Tamsma. De heer Klopstra. Biezen. De heer Biezen. Is daarmee mijn rijtje compleet? Als dat zo is, dan zou ik de heer Pals graag als eerste het woord willen geven en daarna de heer Tamsma. Meneer Pals namens D66, gaat uw gang. Ja, voorzitter. De motie lezende. Ja, wij zijn natuurlijk altijd voor meer verdienen. Dus in die zin gunnen we iedereen een 14 euro per uur. Alleen het bevreemdt mij dat de opsteller van de motie eigenlijk hun eigen partijprogramma niet kennen. Want de Partij van de Arbeid gaat ook niet hoger dan 10%, eerlijk gezegd. En die vindt een minimumloon van 10,77 euro al genoeg. Er is op het laatste partijcongres is dat aangenomen. En dat vind ik al heel merkwaardig. Maar het goede nieuws is, D66 heeft ook op het laatste partijcongres in hun verkiezingsprogramma gezet dat ook wij pleiten voor een hoger minimumloon. Wij pleiten op precies hetzelfde voorwaarden als Partij van de Arbeid, 10%. Alleen wat ik nou mis in deze motie is dat er wederom geen aandacht is voor flexwerkers. Want flexwerkers, dat zijn juist de mensen die de grootste lasten dragen in onze economie. Want die stuur je morgen massaal de deur uit. Terwijl mensen die in loondienst zijn nog een zeker vangnet hebben. En dat vind ik dan jammer in deze motie dat daar niet is aan gedacht. Maar nogmaals, wij gunnen iedereen. En ik denk nogmaals, de partij of D66 heeft in het verkiezingsprogramma laten zetten. Wij gunnen iedereen meer loon. Tot zover. Dank u wel, meneer Pals. De heer Tamsma heeft het woord. En daarna de heer Klopstra. Meneer Tamsma namens de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Meneer Pals gaf ook al aan dat D66 in principe voor een hoger minimumloon is. Nou, wie even gaat zoeken op internet, die komt eigenlijk tegen dat eigenlijk alle partijen dat zijn. Zoals ik het tegenkwam op internet, zelfs voor de VVD is het bespreekbaar. Maar daar mag meneer Klopstra wat over zeggen als hij wil. Maar wij zouden graag als ChristenUnie toch eens van de indieners horen daarom. Waarom er hier in Stadskanaal een motie wordt ingediend. Wat in principe gewoon in Den Haag wordt geregeld.
en waar ook alle partijen het over eens zijn. Dus eigenlijk is de conclusie voor ons op dit moment gewoon, de motie is overbodig. Dank u wel, meneer Tamsma. De heer Klopstra heeft het woord en daarna de heer Biezen. Meneer Klopstra namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Tamsma, u heeft het goed gelezen. En op zich is dat ook niet zo heel verbazingwekkend dat de VVD op zich niet tegen loonsverhoging is en ook niet tegen verhoging van het minimumloon, want inkomsten worden besteed en daar zijn de VVD-kiezers ook bij gebaat. Wat ik wel zie is dat er, als je in de westerse wereld kijkt, en dat schemaatje kun je zo vinden op internet, is dat Nederland op 2 landen na het hoogste minimumloon heeft. Dus in dat opzicht begrijp ik de motie ook niet helemaal. Ik heb het gevoel dat we hem toch echt een beetje in de aankomende verkiezingen op landelijk niveau moeten plaatsen. En wij van de VVD vinden dat dit toch echt iets voor de vakbonden en voor de landelijke politiek is. Ik denk ook dat mevrouw Schipper zich goed moet realiseren dat op het moment dat je het minimumloon verhoogt, je de gemeente zelf ook weer op extra kosten brengt. Waarom is dat? Omdat heel veel bijstandsvoorzieningen en met name de vrije groep bijstandsvoorzieningen, dus zeg maar de bijzondere bijstand, is gekoppeld aan het minimumloon. Dat betekent dus dat als je als gemeente vindt dat 100% van het minimumloon of 110 of 120 of 130, wat je ook maar wil, het toetsingskader is om wel of niet voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, je daar vervolgens ook meteen met dat verhogen van dat minimumloon de enorme kostenlast van de gemeente op het sociale domein, waarvan het CDA zojuist ook heeft gezegd dat dat toch eigenlijk niet de bedoeling is, sterker nog, er moet op geminderd worden, en waar de wethouder zich tot mijn schrik achterplaatste, dat je daar dus ook rekening mee moet houden en je begroting op dat punt weer moet bijstellen. Dus ook de VVD zal niet voor deze motie stemmen, maar nogmaals, wij zijn op zich niet tegen loonsverhoging, ook niet tegen verhoging van het minimumloon. Helder, dank u wel, meneer Klopstra. De heer Biezen heeft het woord en de heer Remmert daarna. Meneer Biezen namens gemeentebelangen. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u. Wij zijn een van de mede-ondertekenaars van deze motie. Al is gesproken waarom de gemeente deze motie in stemming zou moeten brengen. Want het zou al landelijk in discussie zijn. Dat is natuurlijk zo. Maar ik constateer dat er meerdere gemeenten zijn die ook een dergelijke motie hebben ingediend en die gewoon is aangenomen in de gemeenteraden van die gemeenten. Hey, ik noem je maar even Utrecht, Delft, Arnhem, Den Haag, Groningen, Nijmegen. Dus het verbaast mij dan wel iets dat in Stadskanaal niet zou kunnen. Ja, die Klopstra die heeft het over de koppeling met de uitkeringen. Dat klopt natuurlijk. Die gaan dan mede omhoog. Nou, daar is ook wel een voorbeeld van. In Amerika heeft men ook in de plaats Seattle het minimumloon verhoogd. En daaraan gekoppeld dus ook de uitkeringshoogtes. Dat heeft geen enkel negatief effect opgeleverd in de samenleving van Seattle. Nou, ik ben blij dat de VVD wel voorstander is van het verhogen van het minimumloon. Wij willen dat ook niet in één keer doen. Dat staat duidelijk op termijn. Dus in stappen. Dus het is niet zo dat het in één keer naar 14 euro gaat. Meneer Biezen, u wordt volgens mij geïnterrumpeerd. En ik ben even op zoek naar wie dat was. Even kijken hoor. Zie ik iemand zwaaien? Help deze voorzitter even. Nee, dan heb ik het kennelijk verkeerd gehoord. Excuses, meneer Biezen. Dan mag u doorpraten. Sorry daarvoor. Nou, voorzitter, ik was eigenlijk wel aan het einde van mijn betoog. Dus pleidooi om deze motie gewoon toch aan te nemen. Ook zeker als signaalfunctie naar Den Haag. Dank u. Helder, dank u wel, meneer Biezen. Dan zou ik de heer Remmerts graag het woord willen geven. En daarna de heer Mellies. Meneer Remmerts namens het CDA. Ja, dank u wel. Voorzitter. Mevrouw Luiken, toch? Mevrouw Luiken. Mag ik daarna ook nog het woord, als iedereen klaar is? Als spijt op tand, achter in het rijtje eerste termijners. Dat mag mevrouw Luiken, ik zal u noteren. Meneer Remmers, gaat uw gang. Voorzitter, wij zijn van mening dat het hier over een landelijk beleid gaat. Iedereen die heeft het over een verhoging van het minimumloon. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor het CDA. Alleen is dat wat ons betreft een zaak van de landelijke politiek, een zaak voor werkgevers, sociale partners en de landelijke politici. En bovendien willen we ook eerst eens weten van wat zijn de kosten die hier aan verbonden zijn. Maar dat zal ook niet misselijk zijn.
Meneer Remmerts, u wordt geïnterrumpeerd door de heer Hofstra. Meneer Hofstra, gaat uw gang? Of meneer Pals? Dit is... Meneer Pals ook. Meneer Hofstra, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit is de zoveelste keer dat er gezegd wordt... dit is landelijk beleid en daarom gaan we geen motie steunen. Ja, we hebben het net gehad bij de bespreking van de decemberwijziging... over het gemeentefonds. Het gemeentefonds is landelijk beleid. Wordt vastgesteld door de Tweede Kamer. En toch bemoeien wij ons er met z'n allen tegenaan... dat ze toch maar echt meer geld voor ons hebben. Waarom kan er dan wel een motie over worden aangenomen en nu niet? Dat vraag ik even aan meneer Remmerts en ook even aan meneer Klopstra. Dank u wel, voorzitter. Yes, meneer Remmerts en daarna meneer Klopstra. En ik heb u ook gehoord, meneer Pals. Meneer Remmerts, kunt u meneer Hofstra van een antwoord voorzien? Ja, voorzitter, we moeten geen appels met peren gaan vergelijken, denk ik. Het gemeentefonds dat gaat natuurlijk heel duidelijk over de bijdragen... die de gemeenten van het Rijk ontvangen. En dit is iets wat betreft de mensen die een minimumloon hebben... wat gewoon op landelijk beleid wordt besproken en uitgekristalliseerd... samen met sociale partners en de werkgevers. Dus dat is de reden dat wij zeggen van... nou, dat moet je nou zeker niet op gemeenteniveau gaan doen. Meneer Remmerts, ook meneer Klopstra werd op dit punt aangesproken door meneer Hofstra. Meneer Klopstra, heeft u behoefte om hier iets aan toe te voegen? Nee, ik denk dat meneer Remmerts het goed verwoord heeft. Het zijn twee verschillende dingen. Het gemeentefonds is iets wat de gemeente rechtstreeks raakt. En het andere is echt landelijke politiek tussen de partners. Dank u wel. Meneer Remmerts, u werd ook nog geïnterrumpeerd door meneer Pals. Die wilde ook nog een vraag stellen. Meneer Pals, gaat uw gang. Ja, ik wou even het antwoord geven op de vraag van meneer Remmerts. Hij wil weten wat het allemaal gaat kosten. Even op voorhand, dit soort moties, we hebben het wel eens vaker binnen gemeenteraad. Ja, dat valt bij mij altijd onder het noemer postzegelmoties. Plakt er een mooie kinderpostzegel op en hij komt wel in Den Haag onderin een bureau, dat even vooropgesteld. Maar het is wel zo, als het minimumloon naar 14 euro gaat en dat wordt gekoppeld aan de AOW, gaat het de staat 6,3 miljard kosten. Dat is even ter ondersteuning van uw vraag. Goed. Meneer Pals heeft het even voor ons uitgerekend. Dan ga ik aan meneer Remmerts vragen om zijn eerste termijn te vervolgen. Meneer Remmerts, gaat uw gang. Nou, dat was het eigenlijk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Remmerts. Dan gaan we naar meneer Mellies luisteren en mevrouw Luiken is daarna. Meneer Mellies namens Lokaal Betrokken. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook de motie mede ondertekend. Wij hebben natuurlijk wel even ook een ogenschouw genomen van... gaan wij hierover? Ik denk dat het goed is toch dat wij hier lokaal, landelijk een goed signaal afgeven. Dus vandaar ook dat we hem ondertekend hebben... over de kosten van bijvoorbeeld de bijstand. Natuurlijk, er is een koppeling tussen minimumloon en de bijstandsuitkering. Ja, mocht dat dan al besloten worden hierover dat het minimumloon omhoog gaat, gaat er ook maar vanuit dat de gebundelde uitkering richting het gemeentefonds na van hand mee omhoog gaat. Dus daar ben ik niet bang voor. Wat mij betreft, voorzitter, mag hier een postzegel op, zoals de heer Pals ook verwoordde. Voorzitter. Gestuurd worden. We hebben nog een interruptie van meneer Tamsma, meneer Mellies. Meneer Tamsma, gaat u gang. Kan meneer Mellies uitleggen hoe dat in elkaar zit? Dat als dat minimumloon omhoog gaat, dat dan ook de uitkering uit het gemeentefonds omhoog gaat? Want hij legt een verband wat ik niet kan plaatsen. Meneer Mellies, kunt u daar... Dat wil ik u wel even uitleggen. Kijk, de minimumloon is gekoppeld aan de uitkering, ook de bijstandsuitkering. Zover begrijpen we elkaar denk ik wel, meneer Tamsma. Dus als het dan al besloten wordt dat het minimumloon omhoog gaat, gaat dan ook maar vanuit dat er landelijk ook over nagedacht wordt om het gemeentefonds na van hand bij te sturen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeente dan daarvoor moet bloeden. Dus daar geloof ik helemaal niets van. Dat is, wat u uitspreekt is een verwachting, meneer Mellies. Ik hoor meneer Klopstra. Meneer Klopstra namens de VVD, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik zou meneer Mellies willen vragen, want die koppeling met de gewone bijstandsuitkering snap ik wel, maar met de bijzondere bijstand, de vrije ruimte die de gemeentes in hun beleid kunnen toepassen, gaan naar mijn inschatting die gemeentefondsen niet omhoog. Hoe gaat u dat probleem dan tackelen? Meneer Mellies?
Nou ja, kijk, als de minimumloon en navenant dan ook de bijstandsuitkering omhoog gaan, dan zou juist de vraag bijzondere bijstand ook minder gaan worden. Het volume daalt, waardoor de uitgaven gelijk zouden kunnen blijven, is uw veronderstelling, meneer Mellies. Precies. En dan nog even een ander iets, dat staat niet in de motie. We weten allemaal dat door een te laag minimumloon er ontzettend veel gewerkt wordt met allerlei toeslagen. Want wij kunnen het allemaal niet betalen, want we hebben een toeslag voor nodig. Nou weten we van de toeslagenaffaire op dit moment. Dus waarom wij niet gewoon de minimumloon verhogen, zodat die toeslagen niet meer nodig zijn. Dat scheelt ons een hele hoop bureaucratie. Dus om meerdere redenen, dit staat trouwens niet in de motie, zijn wij er wel voor dat het minimumloon omhoog gaat. Dus nogmaals, postzegel erop en verzinnen die op. Meneer Mellies lost veel problemen in één keer op in zijn wijze van zien. Dank u wel, meneer Mellies. En dan ga ik mevrouw Luiken namens de SP als laatste het woord geven. Mevrouw Luiken, gaat uw gang. Ja, ik zit hier eigenlijk met het schaamrood op mijn kaken. We zijn een van de rijkste landen ter wereld en dan lopen we te zeiken over een minimumloon van 14 euro per uur. Kom op, waar hebben we het hier over? Ongelooflijk, geld wordt rondgepompt van de ene toeslag naar de andere toeslag. Mensen werken zich kapot en kunnen gewoon hun huur niet eens betalen. Dit is toch gewoon niet normaal? Laten we gewoon het minimumloon 14 euro gekoppeld aan de uitkeringen. Mensen hebben dan ook minder bijzondere bijstand nodig. Want misschien kunnen ze gewoon zelf met hard werken hun eigen dingen een keertje betalen. Het zou ook wel eens een keer fantastisch zijn, lijkt mij. En wat dat betreft, wij doen wel vaker oproepen aan de regering. Dus waarom bij deze niet? Daar heeft meneer Hofstra helemaal gelijk in. Een hartstochtelijk pleidooi. Voorzitter. Met authentiek stemgeluid. Ik kijk even, er is een interruptie. Ik zoek even van welke kant dat komt. Meneer Pals en meneer Tamsma en meneer mevrouw Schipper. Ja. Dus dat is even Pals, Tamsma en Schipper. Meneer Tamsma hoorde ik als eerste, daarna meneer Pals. Meneer Tamsma. Meneer Tamsma. Ik hoor mevrouw Luiken net ook weer de opmerking maken van ja, wij dienen wel eens vaker een motie in en sturen die naar Den Haag. Maar ontkrachten wij dat middel dan niet met z'n allen op die manier? Op een gegeven moment gaat die daar gewoon, oh ja, we hebben er weer een, die gaat op de stapel en klaar. Okay, mevrouw Luiken. Dit is gewoon een leuke smoes. Hè? We kunnen het eigenlijk wel met alles doen. We doen gewoon helemaal niks meer, want we moeten toch allemaal maar afwachten wat Den Haag wil. Als gemeente kunnen we misschien ook wel gewoon stoppen met alles te vinden of te doen. Want uiteindelijk beslist alles en iedereen in Den Haag. Maak gebruik van het feit dat je je stem kan laten horen als gemeente Stadskanaal daar in Den Haag. Laat ze het daar weten. En misschien komt het ergens. Nou, misschien kan u wel. U zit in het kabinet daar met uw partij. Doe iets. Zorg dat het niet in een bureau laat komt. Het antwoord op de vraag van meneer Tamsma is nee. En meneer Tamsma, verder? Nou, misschien moet mevrouw Luiken eerst eens in de situatie verdiepen en al die verkiezingsprogramma's erbij pakken. Ja. Want wat ik al eerder aangaf, zo ongeveer alle partijen hebben het in hun programma staan. Ja. Ik bedoel, dat maakt dus een motie op dit moment totaal overbodig. Helder. De kiezingsbelofte kennen we. Mevrouw Luiken, ik ga even meneer Pals nu het woord geven. Meneer Tamsma. Voorzitter, dank u. Ja, ik ben het wel met meneer Tamsma eens. Maar goed, ik vind een postzegelmotie om daar een half uur over te ouwehoeren. Ik vind het eigenlijk too much. Maar ik vind wel, wat mevrouw Luiken zegt, vind ik echt, dat is niet aan de raad. Dat is aan ieder politieke partij om daar op zijn verkiezingsbijeenkomst en op zijn congressen heel hard daarvoor te gaan vechten. En dat heeft iedere partij gedaan. En wat ik nog steeds heel, heel, heel jammer vind, niemand heeft het over de ZZP'ers. Dat vind ik nog steeds een onderbelicht iets in dit land. En wij als D66 willen ons daar ook echt veel harder voor maken dan alleen maar voor het minimumloon. Het wordt een mooie etalage van politieke standpunten die we zo aan elkaar reigen. Mevrouw Schipper wilde ook een interruptie plegen. Mevrouw Schipper. Ja, je levert de motie in en dan ontstaat er dit. En dan denk ik van, ik heb zo wat kreten opgeschreven. Ik wil beginnen met
D66 die viel ons op verkiezingsprogramma aan. Nou, we hebben ook een heel groot punt over de flexwerkers erin staan, meneer Pals. En wat verder ook in staat, daar staat dus op termijn naar 14 euro. En niet naar, dus misschien moet u dat ook even goed lezen. Dan kan u daar misschien daar later op terugkomen. En wat de VVD betreft, die heeft misschien ook de motie niet zo goed gelezen. Want daar staat dus ook in van dat wij dus vragen om het te doen. En dat we dus bepaalde dingen... ik ben even de draad kwijt door hoe dat nou precies staat. Maar dat we dus ook inderdaad ook gezegd hebben, we willen op termijn ergens naartoe. En we vragen om draagkracht. Dat staat ook heel duidelijk in de motie. En ja, die heeft het dan, CDA heeft het dus over, dat moet allemaal landelijk geregeld worden en dat doet de weg, vakbonden doen dat wel. En dan kom ik weer terug op mijn motie. Daar staat, mevrouw Schipper, ik onderbreek u even, want meneer Klopstra voelde zich zojuist aangesproken en wil even op u reageren. Meneer Klopstra? Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de motie wel degelijk goed gelezen. Wat mij heel erg opvalt is dat men, mevrouw Luiken die maakte dat ook al op, maar ik hoor mevrouw Schipper nu eigenlijk ook weer zeggen. Hoe zien mevrouw Luiken, met name ook mevrouw Schipper, dat als dat naar 14 euro uiteindelijk zou worden verhoogd, en een heleboel bedrijven vervolgens aansluitend zeggen, dan gaan wij met onze fabrieken of instellingen naar het buitenland, want daar is het toch een beetje goedkoper dan in Nederland. Volgens mij kom je dan ook van de regen in de... Voorzitter. Ja, voorzitter, dat is... Dames en heren, heel even wachten. Ja. Want nu wordt het een beetje een warboel. Ja, wij waren bezig met de eerste termijn van mevrouw Luiken. Die riep, daar kwamen een aantal reacties op, waaronder die van mevrouw Schipper. Mevrouw Schipper maakte vervolgens weer een reactie bij meneer Klopstra los. Dus ik zou willen voorstellen dat mevrouw Schipper kort reageert op wat meneer Klopstra inbrengt en vervolgens ga ik graag terug naar mevrouw Luiken. Mevrouw Schipper, gaat u gang. Is prima, dank u wel. Ja, meneer Klopstra, u haalt nou alles erbij en dat is uw recht. Tuurlijk mag u dat doen. Maar we zitten hier in Stadskanaal met een motie voor ons waar we dus aandacht vragen voor de situatie van heel veel burgers van ons. Waar we gewoon vragen of er een klein beetje verschil kan worden gemaakt tussen de armen en de rijken onder ons. Waar we dus ingaan op de hoogte van een minimumloon. En dan kan u dus allemaal wel aankomen over die grote concerns die dus allemaal dan wel naar Engeland of... de Brexit is er nog net even niet door. Of naar Frankrijk of waar dan ook heen gaan. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. We hebben het over een motie over een minimumloon te verhogen. En ik weet dat er consequenties heeft. Maar dat heeft geen zin dat er consequenties heeft voor de Stadskanaal. Want dan wordt het dan ook wel weer op een andere manier opgelost. Het is niet zo van als de minimumloon naar 14 euro op termijn zal gaan. Misschien dat we dan over een termijn van 10 jaar praten. Dat je dan zegt van dat heel Stadskanaal of heel Nederland in elkaar stort. Mevrouw Schipper, helder hoe u er naar kijkt. Meneer Klopstra wil hier nog afsluitend een opmerking over maken. En dan ga ik terug naar mevrouw Luiken. Meneer Klopstra. Ja, een hele korte, we hadden hier een hele mooie fabriek waar 3000 mensen werkten. Die is hier niet meer. Het heeft onder andere te maken met de hoge lonen. Goed, dan gaan we dit punt hier afsluiten. En geef ik mevrouw Luiken, die in haar eerste termijn was, graag het woord terug. Mevrouw Luiken. Ja, ik kan natuurlijk als socialist reageren op de heer Klopstra. Maar ik denk dat hij wel weet hoe wij erover denken. De heer Klopstra houdt mensen graag arm. En wij zouden wat meer gelijkheid zien in het leven. En ik denk dat we gewoon moeten stemmen over de motie. Stem je niet mee, dan stem je niet mee. We willen een signaal afgeven in Den Haag. En niet meer en niet minder. Helder. Ik kijk even of uw collega raadsleden ook zover zijn dat we over de motie kunnen stemmen. Want ik heb geen vragen aan het college gehoord. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat we nu tot stemming overgaan. Ja, ik zie knikken. Ook hiervan heb ik de indruk dat we dat met een stemronde moeten doen. Omdat ik toch wel wat verschillende standpunten heb gehoord. Ik breng de motie in stemming en ik vraag wie deze motie steunt. Wie is er voor deze motie? Dat is de fractie van lokaal betrokken, gemeentebelangen, de Socialistische Partij, de Partij van de Arbeid. Ik kijk even op mijn volgende blaadje. Volgens mij heb ik daarmee alle partijen genoemd die hiervoor zijn. Dan kijk ik wie daar tegen zijn.
is de fractie van de VVD, de ChristenUnie, van D66. En het CDA. Daarmee heb ik iedereen gehad. En is de uitslag van de stemming, dan kijk ik onzichtbaar voor u naar onze griffier die de cijfers bijhoudt. 10-13. De motie heeft de 10 gemeenteraadsleden achter zich gekregen en 13 daartegen, waarmee de motie is verworpen. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van een hele levendige vergadering. Een vergadering waar het ging over bladblazen, azijn, het wal en het schip en appels en peren. En die vergadering die begon heel kort na de berichten van onze minister-president dat wij de komende tijd een hele stille tijd ingaan. Een stille tijd die zeker voor mensen die wat bijbelvaster zijn normaal voorafgaand aan de Pasen is. Maar we dit jaar in dit hele rare jaar 2020 ook een stille tijd voorafgaande aan de kerst en de jaarwisseling zullen meemaken. Een tijd waar we tot introspectie worden gedwongen, waarbij we oog moeten zien te krijgen voor wat er werkelijk toe doet. En niet alleen naar onszelf kijken, maar waarbij we ook nadrukkelijk worden uitgenodigd om naar elkaar om te zien. Tegelijkertijd gaan we ook uitkijken naar het jaar 2021. We kijken uit naar een nieuw jaar, we kijken uit naar een toekomst, waarvan we allemaal hopen dat die er toch echt anders uitziet dan die we zojuist achter ons hebben gelaten. Ik kijk ook uit naar de toekomst, ook naar u weer te mogen zien aan de andere kant van de jaarwisseling. Ik hoop dat u een goede tijd heeft met elkaar, met de mensen die u lief zijn. En ik hoop u allen in goede gezondheid en ook met goede moed en een goede kijk op de toekomst te mogen verwelkomen in onze eerste raadsvergadering na de jaarwisseling. Ik wens u alle goeds. Blijf gezond. Zie om naar elkaar en ik sluit deze vergadering. Best een beetje aan de rotzeg. Dat is jammer. Meneer Van Beek, zag ik nog even zwaaien? Ja. Nou dan buiten de vergadering om. Nee, dat was nog, ik brak al in voordat u zei ik sluit de vergadering, maar het geluid deed het even niet. Oké. Volgens mij spreek ik nu even namens de raad tot u, want in principe is dit uw laatste openbare raadsvergadering als waarnemend burgemeester en als voorzitter van deze raad. En nou ja, ik kan een aantal dingen wil ik eventjes benoemen. In ieder geval de voorzittershamer, die kunt u uitermate goed beheersen. Dat is vanavond wel weer gebleken. En de vergaderingen worden op een zeer kundige wijze door u gevoerd. Ook dat heeft ieder vanavond mee kunnen krijgen, zeker in het laatste half uur, kan ik wel zeggen. Een aantal dingen die u de afgelopen periode gedaan heeft, met name natuurlijk het AZC-gebeuren met de besmette asielzoekers en de COVID-perikelen die ons allemaal heeft beziggehouden, waar u ontzettend druk mee geweest bent. En natuurlijk de lopende zaken die u als burgemeester voor onze gemeente Stadskanaal gedaan heeft. Daar willen wij u hartelijk voor bedanken. En ja, we moeten maar zien hoe het afscheid van u allemaal gaat plaatsvinden. Maar dit is de laatste gelegenheid, vandaar dat ik dus u even toespreek. U hartelijk dank namens de raad en ook de inwoners van Stadskanaal dat u op voortreffelijke wijze als burgemeester gefungeerd heeft. En daar zijn wij u dankbaar voor. Als het goed is, krijgt u nu een bloemetje toegereikt van de griffier. Het werkt ook allemaal perfect vanavond. Op 1,5 meter. Het is fantastisch hoe uw griffier dat weer voor elkaar bokst. Ja, dat is toch wel prettig als je overdag een telefoontje kunt plegen met elkaar. En ik denk dat ik ook namens de raad spreek dat ik richting college en inwoners iedereen een gezegend kerst toewens en een voorspoedig en vooral een gezond 2021. Voorzitter, dank u wel. Met deze hele mooie woorden, de dank is geheel mijnerzijds. Er is nog veel werk te doen, maar dit was inderdaad mijn laatste raadsvergadering. Als alles goed gaat, dan sluit ik nu echt de vergadering en ik wens u alle goed voor de komende tijd. Dank u wel.